Nou, wat ik vergokt heb tussen mijn leven pas tussen 250.000 en 350.000 gulden netto. Ja. Wat je gewoon kwijt bent geraakt in het casino. En ja. Je kent mij niet, ja? Ja. En je gaat oordelen over mij, terwijl je mij niet eens kent. Ja. En je ja. gaat ook tegen mijn vriendin zeggen dat ze bij me weg moet gaan. Ja. Zeg, wie ben jij dan, joh? Maar wat ik weg heb gegeven, praat je tussen de 800.000 en 950.000 gulden. Ik was echt stond eigenwijs. Ik was, en het probleem is, hij zegt dus morgen ben jij hier en je gaat met hem ga je een traject in. Volgende dag. Ik zet mijn auto, bam, tegen een boom. Ondertussen word ik gewoon beloond voor mijn slechte gedrag. Omdat ik een bepaalde waarde heb op het voetbal. Je kan bij mij alles doen. Ja. Je kan bij mij alles doen, alles, maakt niet uit. Blijf uit de buurt van mijn kind. Je hebt niet gekokblokt, je hebt gewoon jezelf in de weg gezeten. Ja. Ik deed alsof het vanzelfsprekend was. Dat je gezegend bent met zo'n talent. Of dat je zoveel geld verdient. Of dat je van je hobby een beroep kan maken. En Arsenal kan spelen, Nederlands elftal. Omdat het voor mij geen moeite kostte, lijkt het alsof het maar normaal is. Maar het is niet normaal. Hey, what up, it's Game, man. Nando. Hey, what's up, yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up? DJ Khaled. Hey, what's up, everybody? This is J Balvin. Nando Lick, okay? Okay? Okay, Fernando. X is in that station for a reason, baby, aight? Nando Lick. Yeah, what up, it's your boy Fernando. Welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk Baby. De talkshow waarin ik met verschillende gasten praat over de highs en lows in hun carrière. Het is de meest echte podcast online. En met name over één-op-één gesprekken die je dan voert met je gasten. Want dit kanaal vind je heel veel verschillende mensen met verschillende disciplines. Kickboxers, legends, waar laatst Ernesto Hoos, K1 legend, Mr. Perfect. Maar we hebben ook bijvoorbeeld tv-legendes. Ik had Jurgen Rijman laatst. Of wat dacht je van Umberto Tan? Maar different peoples, ook artiesten, muzikanten, zangers. Iedereen is welkom bij Real Talk, want dit is de talkshow waar je jouw verhaal kan vertellen. Vind je het kanaal tof? Support het, like, subscribe, deel het met je medemensen, want je weet het. Delen is vermenigvuldigen, snap je? En haters, top, want je kijkt toch. Alleen maar liefde, toch? In de beelden een man die ik al een aantal jaren ken. En je moet voorstellen, ik weet helemaal niks van voetbal, maar deze man ken ik. Dus dat betekent dat deze man gewoon legendary is. Als kind heb ik wedstrijden van deze man gezien, waarschijnlijk jij ook. En ik ben steeds meer aan het verdiepen in de life of sports. Deze man heeft alles meegemaakt wat je maar kan meemaken. Maar vandaag gaan we hem goed leren kennen. Want als je hem googelt, dan zie je ook verslaafd, heeft vastgezeten, Arsenal gevoetbald. Hij heeft zijn carrière verprutst, kapot gemaakt. Ik wil wat dieper gaan. Ik wil die man beter leren kennen. Want in mijn ogen is hij een liefdevolle vader die alles heeft gedaan om zijn leven juist weer helemaal recht te zetten. Hij is een geweldige percussionist. Daar kan hij al zijn woede gewoon kwijt. Maar hij is een hele lieve guy, man. Grote mond, maar een klein hart. The one and only. Glenn Helder in Real Talk. Bro. Aangenaam. Welkom, man. Ja, dankjewel. De eerste keer dat we elkaar ontmoeten was een aantal jaar geleden. Toen was je bij... jij zat in de cel naast mij. Oh, ja, oh dat moet ik niet vertellen. Ja. Nee, sorry. Dat was ik. Ja. Maar in mijn radioshow, dat was voor je eerste boek. Ja. Van Arsenal naar de Bias, van A naar B. Ja. Goed boek trouwens, sterk boek. Dus als je hem nog niet gecheckt hebt, ga hem checken. Voor de mensen, je kan ook Storytel, weet je, die app downloaden. Dan kan je ook gewoon luisteren, een luisterboek. Maar tof, je hebt ook een nieuw boek, daar gaan we het ook zo meteen over hebben. Glenn, hoe helder wil je het hebben? Waarom dacht je, er moet weer een nieuw boek komen? Nou kijk, dat eerste boek wat je vertelt, dat is eigenlijk bijvoorbeeld als jij gezegend bent met een bepaald soort talent en je kan je daar eigenlijk zeg maar financieel mee binnenvoetballen, dan, ja, dan moet je dat koesteren natuurlijk, hè, en, zeg maar in deze maatschappij. Het gaat niet om die financiën, maar het gaat om dat iets wat jij hebt meegekregen. Ja. Dat je in deze maatschappij met vraag en aanbod jezelf financieel binnen kan voetballen. Als jij het dan zo op die manier verpest. Ja, al zou ik zelf geen boek schrijven, dan zou iemand wel een boek geschreven hebben. Ja, ja, ja. Daarover. Ja. En in dat boek heb ik uitgelegd, weet je, hoe alles een beetje is ontstaan en over mijn leven. Dit boek is van 2014 tot met de dag van vandaag. Waar ik in het andere boek vertel van mijn tijd in de gevangenis. Word ik nu ingehuurd door de gevangenis. Ik praat over 5 maatschappelijke onderwerpen, zeg maar, weet je wel.
En waarom een boek? Je moet altijd zeggen van, oké, wie ben jij überhaupt? Gewoon dat je vindt, nou, ik ga een boek schrijven. Waarom zou het interessant zijn voor mensen dan om te lezen? Dat moet je sowieso altijd afvragen. Nou, het eerste boek, heb ik al gezegd, dat is eigenlijk gewoon omdat als je van je hobby je beroep maakt en je speelt ook een keer bij het topclub en Nederlands elftal. Eigenlijk dat zou wel een boekverhaal kunnen zijn als je dat meemaakt. Nou, dan ook nog een keer mijn geschiedenis erachteraan van dat je hoge pieken, maar nog diepere dalen. Ja. Weet je? Dus dat was bijna eigenlijk een beetje vanzelfsprekend, weet je wel. Maar dit tweede boek is van 2004 tot en met de dag van vandaag. Wat ik heb meegemaakt. Hoe ik heb gezien hoe de mensen zeg maar, op mij reageren. Over waar ik kom. En met mijn lezingen die ik dus hou. De dingen dus die ik vertel. En dat daar ook echt wel een interesse voor was. Als ik aan het praten was. En ik denk dat op mijn manier. Hoe ik praat over onderwerpen. Dat je het glas is altijd half vol in plaats van half leeg. Ja. Waar mensen altijd half leeg, kan niks meer drinken. Ach, het is op. In plaats van ik kan even. Je hebt nog steeds overzicht. Je kan nog steeds kijken. Weet je, dus het is altijd positiever. En in mijn optiek hoe ik ernaar kijk is dus. Het zijn leuke verhalen die ik dus heb meegemaakt. Dat heb ik dus gemerkt hoe de mensen op mij reageren. Ja. Waar ik dus kom of waar ik ga. En ook in de loop van tijd. En bijvoorbeeld één onderwerp. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik bij RTL 4 word ik bij de promo. Doe ik zelf. Ja, dan zeg ik op tv tegen bijvoorbeeld Ratenband. En jij kan de vinkentering krijgen. Ja. Die wordt uitgezonden als promo. Ja. Ja, de mensen die jou niet kennen en die zien dat. Denk, wat is er voor getikte, weet je wel? Wat ik ook zou hebben. Dan moet ik er wel bij vertellen. Als wij, ik kom uit Leiden. En daar leerden wij niet lezen en schrijven. Vroeger zo aap, noot, mies, boom. Wij leerden tering, aap, tering, mies, tering, boom. Dus ik praatte wat grover, zeg maar. Ja. Maar als ik op tv of achter een camera boos ben, ben ik overal zeg maar hetzelfde. Dus ook voor tv ga ik me dan niet anders zeg maar voordoen. Je bent gewoon wie je bent. En dat, ja, maar daar was ik altijd trots op. Maar je hoeft niet altijd trots op te zijn, weet je. Maar om een voorbeeld te geven. Dus, maar dat werd natuurlijk als promo constant gezet. Ja, nou, mensen die je niet kennen, die jaag je sowieso zeg maar weg. Nu zou ik in dezelfde situatie zou ik zeggen, nou, vroeger zou ik boos worden, weet je. Maar om even terug te gaan naar dat ik dat zei. Mensen weten niet, en die wisten niet, waar dat dan echt vandaan kwam. Nou, moet je het hoofdstuk gaan lezen. Dan snap je. Dan snap je ook wat voor een neppe persoon die Ratenband zeker op dat moment was. Want hij zei iets gemeens of zo. En ja, hij was gewoon, laat het zo zeggen. Ik zat in, ik woon in een huis, maar... Als je zegt, als je MTV Cribs zou hebben, ik kan gewoon stilstaan, kan ik alles aanraken. Ja, 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 ja. Van de wc tot de keuken, tot mijn slaapkamer, ja, weet je. Ja. Dus zo groot was mijn huis. Dus het was gewoon één kleine kamer. En er stond één bed. Ja. En er stond een hoogwerker. Dus als mijn zoontje bij me zou slapen, dan sliep ik in die hoogwerker. En sliep mijn zoontje comfortabel in het bed, weet je. Maar dat bed, dat staat tegen, die hoogwerker staat tegen mijn bed aan. Dus dan kan je voorstellen van, ja, toen Gitta, die overleden is, zo'n lieve vrouw. Dat was de partner van Ratenband. Die sliep dus. Je wisselt van partners dan en die blijft dan bij jou slapen. Dus je sliep dan in dat grote bed. Ja. En ik sliep in die hoogwerker. Hoe noem je dat? Hoogslaper of zo. Hoogslaper, hè? Ja, volgens mij, ja. Ik zit tegen zijn hoogwerker. Ja, hoogwerker, ja. Slaap. Ja, ja. Hij was even hoger, maar ik sliep dan in dat bed, dus dat hoger. En de opnames duurden acht uur of negen uur waren de camera's waren dan weg, weet je wel. En dan volgende ochtend waren dan weer de camera's. Maar je mag elkaar niet bellen. Dat mag niet met de regels, maar zij belden elkaar elke dag. Na de opnames. Ja. Ja, prima, weet je wel. Want eigenlijk is het zo dat je
Je spreekt en ziet elkaar pas voor het eerst als je weer aan de tafel zit na die dagen dat je gewisseld hebt van huis. Maar zij belde elke dag. Alleen in mijn huis is het stil. En ik leg net uit, het is heel klein. Ik zeg net, zij zit dus in het bed en ik lig in het bed daarboven. Ja. Misschien zat zij een meter of zo tussen. Ja. Dus ik hoor alles. Ja. Wat hij zegt. Wat hij niet weet. Ja. En sterker nog, Gitta vertelde me ook. Maar ik zeg, ja, ik hoor alles. Ja. Weet je? Ik hoor je praten. Ik hoor hem praten, weet je wel. Door telefoon. Als je, bijvoorbeeld, stel je, jij gaat nu bellen. Ja. En je ziet je telefoon en zo. Dan kan ik horen wat die andere persoon tegen jou zegt. Ja. Als je in een ruimte bent en ja, waar het stil is. Ja, ja toch? Ja, klopt. Dus ik hoorde alles. En ik vond dus ik mocht raad op band. Ja. Weet je, ik mocht hem. Toen ik hoorde van Gitta, de partner van Raad. Oké, okay, ik zei, leuk man, leuke vent. Weet je wel. Tjaka. Ja, tjaka, apart. Weet je wel. Ja, dat is apart, maar ik vond het wel gaaf. Self-made man, had al die zaken en zo, weet je wel. Dus liep mensen over vuur lopen. Nou, tjaka, hij was altijd aanwezig. Dus ik mocht hem, weet je wel. Dus van, ik kon hem niet, maar ik mocht hem wel van TV. En dat zei ik ook. En toen belde hij elke dag, weet je wel. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje apart, weet je. Dat ze elke dag dan contact hadden. Maar maakt ook niet uit. Maar ik hoorde ook wat hij zei. Ja. En Gitta, die vertelde me een hele hoop. En ik heb altijd uit respect voor Gitta heb ik daar nooit over gesproken. Maar zij vertelde me gewoon dat zij hem onderhield. En ze vertelde me ook dat het toen helemaal niet zo goed ging met hem. En dat hij, en toen zei ik nog van, en zijn auto dan, ja, die staat in de garage, want ik kon een rekening niet betalen. Zijn letterlijk haar woorden wat ze tegen mij zei. En toen vertelde ze ook van dat ze heel veel geld al aan hem had gegeven. Dat was echt een behoorlijk bedrag. Weet je, ik vertel het ook in mijn boek. Maar dat vertelt Gitta tegen mij. Daarnaast hoorde ik hoe hij sprak met Gitta. En ja, het slijm droop bijna van de telefoon. Ja. Weet je wel? Schatje dit, hoe gaat het dit en dat. Het was echt, weet je, alleen maar. En toen ik echt wist van dat hij haar gewoon zag, weet je, en dat hij gewoon. Ik ga je zo uitleggen waarom ik eigenlijk boos werd. Op een gegeven moment moest. Mijn vriendin had een hele oude auto. Ik bedoel, als je één been erin zet, dan zat hij alweer aan de buitenkant, bij wijze van spreken. Weet je, een hele oude Swift dingen, maar de remmen waren goed. Hij was veilig, maar het was echt. Oké. Maar zij maalt daar niet om, weet je wel, in de tijd. En op een gegeven moment moet Gitta de taken doen die dan zogenaamd de persoon doet die normaal weg is. En dan ging ze een eitje voor me bakken, weet je wel. En, maar dan moest ze ook naar de paarden gaan en naar de werken, weet je, van Yara. En dat vertelde ze. 'S Avonds dus weer in telefoongesprek. En hij zegt, ik hoor dit door de telefoon. Ja, echt? Moest je nou in dat oude auto? Oh, ik vind het zo. Deze tekst. Ik vind het zo zielig voor jou. En ik denk, hè? Wat zegt hij nou? Ik vind het zo zielig voor jou. Ja. Wat vind je zielig dan? Want zij reed in een jeep. Ja. In een jeep. Zij was zakenvrouw. Ja. Geslaagd zakenvrouw. Ja. Zat uitzendbureaus op Curaçao. Ze was geslaagd. Toen ze ook bij me binnenkwam, kwam ze met koffers. Nou, die koffer was al duurder dan alle spullen die bij wijze van spreken in mijn huis stonden. Maar totaal wars van sterrenlures of kapsonen. Echt een super lieve vrouw. Maar ze was wel financieel geslaagd, weet je wel. Maar dan alsnog, als zou je in zijn hele oude auto moeten rijden. Ja. Het is voor het programma. Het is, dan zou het maar misschien één of twee of een paar dagen zijn. Weet je wel? Dus wat ga jij als ratenband dan zeggen als zij dat vertelt wat ze hebben moeten doen? Weet je wel, in die auto. Van, moest je in die auto? Ik vind het zo zielig voor jou.
Ja, toen zakte mijn broek af, bij wijze van spreken. Ja. Toen dacht ik van, wat zit jij in de te slijmen, zeg, ja, weet je wel. Nou, toen begreep ik dus. En toen geloofde ik ook wat Gitter tegen mij vertelde. Dat het waar was. Ja. Weet je, dat ze hem geholpen had en zo, weet je wel. En, want daarom doet hij zo aardig. En dan zit hij, want het ging gewoon om het slijmen af. Ja. En toen Gitter tegen mij zei van dat hij me geholpen had. Het enige wat ik dacht, en het was nog voordat ik dit allemaal wist, weet je wat ik net vertelde. Eens wat ik dacht van, nou, hij moet echt blij met jou zijn, weet je. Dus, Fred is niks, weet je. Het interesseerde mij niet, zo, ook mijn zaken niet, weet je. Ja. Zij vertelde het mij, ik vroeg het niet, weet je wel. Dus ik begon wel een beetje te denken, oké, hij doet er dan wel een beetje anders voor dan dat hij dan is, weet je wel. Doe ik ook, maar maakt niet uit, we hebben het nu over een ratenband, ja. Dus toen hoorde ik al die andere dingen wat hij dus goed door de telefoon sprak. En dus mijn beeld begon wel een beetje te kantelen dan van hem, weet je wel. Want ik vond hem aardig slijmerig, druiperig overkomen. Maar nog steeds, het zijn mijn zaken niet, weet je wel. Dus ik nog steeds klaar. Op een gegeven moment aan het eind van de opname, de laatste opnamedag. Dan mocht Gitta, die mocht dan bepalen wat we gingen doen, weet je wel. We gingen ook eerst naar een kledingwinkel. En er was een budget wat ze dan mocht kopen. Maar dat ze gewoon de eigen geld bijgezet omdat ze het eerste wilden kopen. Ja. Ze vond me echt tof. Ik wilde het eigenlijk niet aannemen, weet je wel. Ja. Maar dat moest van haar. Ik vond het heel super lief, weet je wel. En daarna gaan we eten waar wat Gitta meestal gewend was. En dat was luxe restaurants. Ja, man. Dus op een gegeven moment, dat was ook iets oesters of zo, weet ik veel. Ja. Dus ik heb gezegd, luister, alles wat eruit ziet alsof het uit mijn neus komt, gaat echt niet via mijn mond naar binnen. Maar ieder zijn ding, ik ben niet zo'n eten. Ja. Maar hartstikke leuk, was hartstikke gezellig. En ze vertelt ook van, ik ga jou helpen. Ik zei, hoe bedoel je, helpen? Ja, ik ga jou helpen, maakt niet uit. Ik vind jou echt een leuk, ken je verhaal nou? En dingen, je bent ook hard aan het vechten. En ik vind het wat je allemaal meegemaakt hebt en zo. Nee, ik ga je helpen. Ik zeg ja, maar ik wist, ik was niet te helpen. Want ik had veel te veel schuld. Weet je wel. Dus ik was niet te helpen. Dus, maar ik vond het wel lief dat ze het, dat ze het zei. Weet je, want dat is voor mij rijkdom. Dat het in haar hart zat dat ze dat wel wilde doen. Maar. Dus ik zei van, nou, maar ik ben niet te helpen. Ja, natuurlijk ben je wat te helpen. Toen zegt ze, je speelt op percussie. Nou, ik ga zorgen dat jij met de beste DJ samen gaat. Dus links of rechts, zei ze dan, toen ik niet met geld zei dat ik daar niet mee te helpen was. Zei ze, ze wilde me helpen, links of rechts. En we nemen afscheid. Want wat niemand wist, heb ik ook niet eens in mijn boek verteld. De laatste dag, wat eigenlijk Gitta ook nog in huis dan moest slapen, sliep ze in een hotel. Oké. Okay. Ja, was ze gewoon niet meer in mijn... Ze kon de koffers gewoon niet eens uitpakken, weet je wel. Zo klein was mijn kamer. Dus zij sliep in een hotel, weet je wel. Dus... En de volgende dag zouden we weer bij elkaar komen. Dan zou ik mijn vriendin weer zien. Ja. Dat was bij een golfclub. Ergens in Bussum of zo, weet ik niet. Ja. En dan zou ik mijn vriendin weer zien. En Gitta zou voor het eerst dan een ratelband weer zien. Ja. En dan zouden we aan de tafel zouden we dan bij elkaar komen. Dus ik zie haar niet meer. Ja. Op een gegeven moment wordt er in mijn oor gefluisterd. Mijn vriendin heeft ruzie gehad met de ratelband. Dus diezelfde avond. Ja. En Gitta was al weg. Ja. En ik ging dus naar huis. Dus de opnames zijn gestopt, weet je wel. En ik hoorde van... ruzie gehad met je vriendin. Dus ik ruzie op mijn vriendin. Hoe dan? Met haar krijg je geen ruzie. Weet je wel? Dan moet je echt bond hebben gemaakt. Weet je wel? En toen heb ik voor het eerst gelijk gebeld. Ja. Met mijn vriendin.
En die vertelde, dus op diezelfde avond, die vertelde ook met het laatste eten, wat ja. kwijtgeluid, waar Gitta mij vertelde, ik wil je helpen, ja. weet je dingen zo. Begon hij opeens vanuit het niets me helemaal af te kraken. Ja, hij moet bij hem weg, hij is een parasiet en dit, dat. Oh. Weet je, hij teert op jou, terwijl het echt helemaal niet zo was. Ja, wow. Sterker nog, ik had een lezing in die opnames, tijdens de opnames. En die heb ik af moeten zeggen, omdat het niet uitkwam met de opnames, zeg ja. maar, weet je wel. Dus thuis, oh ja, dus hij was één keer ruzie aan het maken met mijn vriendin. Vanuit het niets, hè? Ja. Hele week niks aan de hand en zo. En dan heb je boem, in één keer zo vanuit, ja. dus... dus mijn vriendin werd ook kwaad op hem. Maar waar die eerst helemaal galant was. Nu interesseerde niks wat ja. mijn vriendin van hem vond. Ja. Glenn is een klootzak, parasiet en dit dat. En ik ga hem morgen ga ik hem aanpakken. Weet je, en zo. Oh, wow. Ja, maar ik ga zo uitleggen waar dat vandaan komt. Wat, mag je hier schelden? Nee, mag je schelden. Ja. Wat voor klootzak hij is, ja. weet je. En daar komt dat, daarom, als ik dat verhaal vertel, gaan de mensen snappen waarom ik op tv... Nou, luister, laat me vertellen. Ja. Dus, het gaat even om die tijd, hè? Ja. Maar hij weet al die dingen wat ik... Hij weet niet dat ik al die dingen weet. Ja. Dus, hij maakt ruzie op dezelfde avond dat ik met Gitta aan het eten ben. Maakt hij ruzie op dezelfde avond waar Gitta tegen mij zegt, ik ga je helpen. Dus ik zou, kan niet, het maakt niet uit hoe wat, maar ik ga jou helpen. Ja? Gitta gaat naar het hotel. Ik ga naar huis. Op het moment dat ik naar huis ga, hoor ik dus van. Ja, ruzie. Ik bel Jara. Op het moment dat ik naar huis ga, waar Gitta naar het hotel gaat. Dus ik zie Gitta niet meer. Die zie ik pas morgen ja. bij die taal. En mijn vriendin vertelt dat verhaal. Vanuit het niets begon hij. Op mij af te geven. En ik was slecht. En dit. En van. Ik moet bij je. Je moet bij hem weggaan. Wat? Je gaat ook nog een keer tegen mij. Nee, maar je gaat ook nog een keer tegen mij vriendin zeggen. Dat je bij hem weggaat. Stel nou, hè. Stel nou. Je mag me niet dingen of zo. Stel ook. Je zou dat vinden. En dan zou ik tegen je zeggen. Nou, het zit iets anders in elkaar. Hoe jij nu denkt. Ik zou je uitleggen. Ja. Weet je. En stel je zegt dan alsnog van. Nou, dit. Nou, prima. Maar dan heb je tenminste. Heb ik tenminste een kans gekregen om het te zeggen. Ja. Weet je? Ja. Het gaat niet om die kans, hè? Maar het gaat er gewoon om wat voor klootzak hij is. Want ik zou de achterliggende reden van hem zeggen. Want hij is gewoon zo ongelooflijk aandachtsgeil. Dat wil jij niet weten. Het maakt niet uit wat voor manier hij in de aandacht komt. En daar geeft ze ook een paar voorbeelden van. Hij wilde gewoon, de volgende dag, wilde hij gewoon die aandacht pakken daar. Maar over mijn rug. Snap je? Dus hij zegt dus vanuit het niets kwaad. Hij gaat tegen Jara in, waar hij voorheen luisterde. Nu luistert niet wat hij vertelt. Hij zei dingen en zegt, nou dat klopt niet, want luister maar dit. Hij wilde niet eens horen. Dus he made up his mind. Ja. Snap je? En nu was Jara de ruzie, waar hij hele week aardig doet. Sinaasappels pellen voor je, galant zijn en zo. En hij weet van, hierna gaan we dus slapen. En dan ga je de volgende dag, zien we elkaar pas weer. Dus... Hij had maling dat hij ruzie dan had met Jara. Snap je waar hij eerst dus helemaal... Dus dat was al nep. Snap je? Dat was al nep van hem. Waar hij zijn eerste ware ik zeg maar liet zien. Oké. Okay. Dus ik hoor dat van jou. En ze hebben ook niet gesproken om te gaan slapen. En zien hem dus de volgende ochtend met de koffers. Als je weggaat en opgehaald wordt door de auto. Ja. Weet je wel? Dus je hebt geen gesprek meer met elkaar of dingen. Je ziet elkaar niet meer. Dat was laatst. Alleen maar van, oké. Okay. Ik ben helemaal kwaad. Ja? Ja, ja. Omdat ik denk, ja, dit is zo onterecht. Ja. En hij zegt tegen mijn vriendin dat hij bij me weggaat. Want ik ben parasiet en teert op jou. Terwijl ik weet dat het juist precies andersom is. Ja, ja. Ik weet gewoon dat het wat hij dus zegt over mij. Ja. En ook tegen mijn vriendin zegt van, je moet bij mij weggaan. Dat doet hij. Ja. Hij is die koude parasiet. Ja? Ja? Oké, okay, dus ik ga vol... ga ik dat doen. Dus, ik
Ik ga dus de volgende ochtend gaan we dus naar die golfclub. Waar, we dus, waar ik dus jaren voor dat ik eerst zie. En dat ik dan aan tafel dan Gitta en Waterband dus, voor het eerst zou zien. Dus ik zie mijn vriendin, weet je, nou, even kus. En we gaan naar een kamertje. Ja? En dan moeten we wachten dat de anderen ook komen. En dan, of in ieder geval, die zit in een andere kamer. En dan gaan we, dat er op, alles klaargezet wordt. En dan gaan we naar die grote tafel waar we dus daar elkaar voor het eerst zien. Ja. In dat kamertje, vertel mijn vriendin. Wat doet die Ratelband nou? De volgende ochtend zegt hij ook weer vanuit het niets. Hoor deze, hoor deze. Deze is zo nep. Nee, maar deze is zo erg. Misschien dat je dan echt nu snapt waarom ik zei... en daarom kun jij de vinkert in krijgen op tv tegen hem. Want hij zegt dus de volgende ochtend... dat ze met de koffer, dat ze weggaan. Hij zegt... ik heb over nagedacht. En ik heb besloten dat ik Glenn ga helpen. Ja, maar wat voor... Nee, maar even serieus. Snap je mijn woede? Ik heb erover nagedacht. En ik heb besloten dat ik Glenn ga helpen. Nou, kijk. Want ik ga zo zeggen wat mijn reactie was. Ja. Ik moet nu nog even inhouden. Ja. Toen wist ik het echt zeker wat een neppe... Wow. Manipulatief, hoe noem je dat? Wat een neppe... Nou, wat een neppe klootzak. Ja. Ik weet dat ze elke dag bellen. Ja. Dus zij hebben ook gebeld. Ja, ja. En wat heeft Gitta nou gezegd? Tegen hem? Die heeft dat, want hoe komt hij nou met helpen in één keer? Ja. Gitta heeft natuurlijk tegen het Ratelband gezegd: nou, ik ga Glenn helpen. Ja, en hij heeft het zo. Snap je? Ja. Hij heeft helemaal niks te zeggen. Ja. Ik weet dat hij teerde dus op Gitta. Ja. Snap je? En hij maakt ruzie die avond daarvoor. Heet opeens maling. Waar hij eerst heel zorgzaam was voor mijn vriendin. Maar nu maling ze kon niet eens wat zeggen dat hij verkeerd zat en zo. Weet je. En dat, boos. Vond hij nou vond hij het niet erg. Ja. Dat mijn vriendin dus boos was, zeg maar, weet je wel. En de volgende ochtend is het eerste wat hij zegt. Ik heb erover nagedacht. En ik heb besloten dat ik Glenn ga helpen. Wauw. Dus ik leg aan mijn vriendin uit wat Gitta die avond tegen mij daarvoor gezegd had. Ja. Dus dat heeft ze natuurlijk ook tegen Ratelband gezegd. Want anders kom jij niet van, ik heb erover nagedacht. Ik heb besloten dat ik Glenn ga helpen. Ja. Gitta heeft tegen jou gezegd van, ik ga Glenn helpen. Weet je, of ik wil Glenn helpen, weet ik. Want ze hebben elke dag contact. Ja. En ik heb gehoord hoe hij sprak. Ik heb gehoord dat hij zo diep zat te slijmen. En met alles wat Gitta mij vertelde, dus dat ze hem ondersteunde. En dat hij, wist ik gewoon dat hij helemaal gewoon onder de plak daar zat. Of zeg maar van financieel gebied van Gitta afhankelijk was, zeg maar. Dat geeft helemaal niet, weet je wel. Maakt ook niet uit. Wat ik zei, hij mag wel heel blij met jou zijn. Zeker, weet je wel, dat zei ik tegen Gitta. Dus mij maakt, ik ga niet slecht naar hem denken of helemaal niet. Maar toen hoorde ik dus hoe hij aan het praten was door telefoon. Dat je ook elke dag belt, wat eigenlijk niet mag, weet je wel. Ja. En omdat het zo'n kleine kamer was, hoorde ik alles wat hij zei. Ik hoorde in een schreeuw gesprek, zei ik ook tegen Gitta. Zei ik hoor hem gewoon praten. Want ze zei van, ja, hij vond het zielig voor mij. Ze zei, ja, ik hoor het, weet je. Ik hoor alles wat jullie zeggen, weet je. Maar dat... En op het moment dat mijn vriendin dat zei, van daarbij die in dat kamertje, van hij gezegd, ik heb erover nagedacht of zo. Toen wist ik hoe nep hij was. Ja. Nou, toen wilde ik hem alleen maar slaan. Ik heb toen was ik echt... ik was echt kwaad. Ja. Ik was echt kwaad. Want je bent gewoon een neppe klootzak. Dat je op die manier... Weet je, hij wilde gewoon over mijn rug. Wilde hij dus, weet je, maar ook eens een keer onterecht. Weet je? Dus hij had gewoon totaal maling aan mij. Dat geeft niet. Maar je gaat tegen mijn vriendin zeggen dat zij bij mij weg moet gaan. Ja. Om redenen die hij dus mij verwijten.
wat helemaal niet klopte. Wat ook niet zo is. Wat ook gebleken is dat niet zo is. Ja. Maar dat hij juist die persoon is wat hij over mij vertelde. Wat ik wist. Wat ik weet. Wat ik gehoord heb. En wat Git ook tegen mij verteld heeft. Ja. Dus de consequentie interesseerde mij niet. Ik wil hem gewoon naar hem toe en ik wil hem echt een paar klappen geven, jongen. Ik was zo kwaad. Ik ben helemaal niet... ik heb vastgezeten, maar ik ben niet agressief. Ja. Weet je, maar... In principe, ja. Ik heb, nou ook niet, want ik ga niet gelijk op de rammen. Dat ben je helemaal niet. Ja. Maar dit deed mij zo'n pijn. En als jij mij op die manier pijn wil doen, ga ik die pijn bij jou terugzetten, vriend. Ja. Maar is het pijn omdat hij ging liegen en het ging verdraaien? Liegen? Ja. Nee, maar ja. Gewoon de gewoon heel simpel. Je komt nou in mijn leven. Ja. Ja? En op zo'n neppe, klote manier ook nog. Wat ook nog schadelijk is voor mij. Ja? Ja? En en helemaal gewoon omdat hij gewoon... had helemaal geen recht of geen reden ook daarvoor. Maar hij wil gewoon die... Hij teert op aandacht. Ja. En dat wou hij nu over mijn rug dus doen. Maar hij is afhankelijk dus van Gitta. En op een gegeven moment draaide hij om. Ja. Weet je wel? Dus door dat belletje. En om nog een beter voorbeeld te geven. Oh, nou, ik ga eerst uitleggen waarom die vinkertering kwam. Dus ik vroeg aan de redactie, waar is hij dan? Waar zit hij nu? Ja. Want ik wilde naar hem toe. Weet je? Die kwaadheid moest eruit. Weet je? Dus toen zeiden ze van het programma, er waren hele lieve mensen van, ja Glenn, maar de kijker, die weet niks van dit. Weet je? En je vriendin heeft zich goed verweerd tegen hem. Weet je? Die komt er goed uit. Weet je? Als ik hem nu zou aanvallen, ja, dan waar het programma om draait, dat je elkaar dus daar ziet, dan is het programma weg, weet je wel. Dus ze vroeg echt van, weet je, Glenn, kan je alsjeblieft, weet je. Weet je, als ik, ja. Dus ik heb me ingehouden. Ja. Maar het was gewoon echt moeilijk. Ja. Want kijk, hij weet niet wat ik allemaal weet. Ja. En hij weet niet hoe ik er dus in sta. Ja. Snap je? Dus wij gaan aan die tafel zitten. En hij met een hele grote glimlach. En Glenn, alles goed. Het eerste wat hij zegt. Leuke vriendin heb je. Zullen we ruilen? Dan wil je grappig zijn. Dus wil je ruilen? Zullen we ruilen? Dus ik zeg, maar ik kan niet. Want niemand weet. Dus ik moet dus normaal antwoorden. Ja. Weet je wel? Dus ik zeg zo, weet je wel. Zo met mijn tanden door elkaar bijten. Ik zeg, als je nog één keer zo'n opmerking en ik pleur daar die sloot. Weet je wel, zo. Ja. En we zijn gewoon gaan praten. En, niemand sprak erover. Ja. Allemaal alsof het alles goed is. Geen problemen. Ja. Niks. Dat hij niet heeft gezegd van je moet bij hem weg, weet je wel. Niks. Hij zat mooi weer te spelen daar, weet je wel. Terwijl ik zat over te koken daar, weet je. Ja. Omdat voor de kijker moest het programma, moest dan, anders klopt het niet, weet je wel. Ja. Wat ik natuurlijk wel begrijp. Dus op een gegeven moment, vanuit het niets. Want ik wilde daarover hebben. Ja. Ja. Snap je? Ja. Ik wil dus de kijker laten weten van dat ik moeder heb in mijn lichaam. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar ik moet dat dan. Maar niemand sprak erover van wat hij gezegd heeft of wat de dingen. Dus ik zeg tegen mijn vriendin van gewoon vanuit het niets. Nou, maar ik ben toch benieuwd. ik kon gewoon niet meer volhouden daar. Dus ik zeg van, maar ik ben toch benieuwd hoe hij over mij denkt. Bam! Ja. Nou, en vroeg dus aan mijn vriendin, want die moest dus echt zeggen. Ja, ja. Die wist dus van, ja, nou moet je het zeggen.
Want ik vraag hem, want zij wilde dat natuurlijk niet. Want zij wilde rustig houden aan tafel. Ja, zij dacht, oh ja. Dus zij praat nog via omwegen zo. Weet je, dit. Maar allemaal weer, weet je lief. Dus ik zeg ook weer van, oh wacht even. Dus met andere woorden, dat jij bij mij weg moet gaan. Weet je? Dus zij zegt, daar komt het wel op neer. Weet je zo? Ja. En hij zegt, nou, deze houding, deze agressiviteit, ja, hoe je nu ook manifesteert, ja, nou, dan blijf ik achter mijn woorden staan. En toen zei ik van, en daarom kan jij bij mij de vinkentering krijgen. En toen zei ik, onder de tafel, kreeg mijn vriendin, die zag ik gewoon, zag die vingerafdrukken, zag je gewoon nog na die show, zag je zitten door mijn boek heen, die kneep in mijn been, dat ik mijn rust moet houden. En, maar ik zei van ja, zeg, wie ben je? Want ik kon nog, weet je, kijk, ik kon niet vertellen wat Gitta tegen mij verteld had. Ja, ja. Want we hadden afgesproken dat we dat onder ons zouden. Ja, ze zei van, ik vertel dingen, maar dat is onder ons. Hè? Ja. Ik zei, natuurlijk. Dus al die dingen die zij mij verteld had, en ook die dingen die ik gehoord had, door het telefoon, kon ik daar niet aan tafel vertellen, want dan zou ik Gitta verraden. Ja. Snap je? Ja. Het zou in mijn voordeel zijn geweest, maar het was in haar nadeel. En dat kon ik niet. Ja. Terwijl ik wou, weet je, ik wou hem liefst, wou ik hem aanvallen. Ja. Dus op zijn minst zou ik dat heel graag, pap, voor zijn voeten. Nee, maar, want dan zou het duidelijk zijn geweest, ook voor de kijker. Ja. Maar ik kon dat niet. Ja. Weet je wel? Dus, ik zeg gewoon, daarom kan ik een teer krijgen. Dan vind ik het in mijn been. En ik zeg, maar, ja, wie ben jij dan, joh? Je kent mij niet, ja? Ja. En je gaat oordelen over mij, terwijl je mij niet eens kent. Ja. En je gaat ook tegen mijn vriendin zeggen dat ze bij me weg moet gaan. Ja. Zeg, wie ben jij dan, joh? Ja. Omdat je pelt, want ik wist wat ik ook kwaad was. Je hele week doe je aardig, ja? En op de laatste dag dat je weet, nou, je ziet haar eigenlijk niet meer, alleen bij dag zeggen, dus je krijgt geen gesprekken meer, ga je ruzie met mijn vriendin, ga je met haar maken. Ja. Om de volgende dag aan tafel dus mij aan te pakken. Weet je wel? Ja. En maar de hele week doe je wel heel aardig. De sinaasappels pellen, deur open houden. En nu opeens laatst dag heb je maling. Hij is gewoon een grote koude egoïst. Ja. Weet je wel? En dat hij ook een keertje nog over mij rucht. Dus ik was echt laaiend. Weet je? Maar ik nog steeds niet kon ik alles zeggen. Ja. Zelfs niet later toen ik aan tafel zat bij Humberto. Ja, want je werd uitgenodigd en toen, wat ik me nog kan herinneren van die aflevering, is dat je toen je excuses aanbood. Voor hoe ik, kijk, wat heb ik gedaan? Ik heb niet eens aan hem gedacht. Ik heb gewoon gedacht van, hadden ze jou benaderd om daar te komen, om dat te doen? Of had je natuurlijk willen ze dan van RTL, komen ze dan, dat wij bouwen, want het was best wel spraakmakend, weet je wel. Heel veel mensen hadden het over, weet je, en dat was de verdeeldheid. De ene gaf Ratenband gelijk, de ander gaf mij gelijk, weet je wel. Ja. Alleen, zij wisten de achterliggende de reden niet van waarom ik kwaad was. En dan nog, wie ben ik? Maar als ik het uitleg, en je gaat in mijn schoenen staan, kan ik het wel begrijpen. Ja. En dan ga ik je nog een voorbeeld geven. Dus na die opnames, dus Gitta zegt tegen mij en mijn vriendin van, dus na de opnames al klaar waren, want we daar die Gitta komt naar ons toe. Daar is een kleine, je weet, ik vind jou echt een super lieve jongen. En jij en je vriendin, je komen ook naar Curaçao toe. Ja, want zij was echt tof. Zij wilde echt contact houden. We bleven ook contact houden. En zij was heel tof. En ze zei ook van, ik zeg van, nou, als ik lief, maar ik ga nergens waar die klootzak is. Hij zei, nee, hij is er niet bij. Weet je, zei ze, hij is er niet bij. En dus afscheid genomen. Op een gegeven moment mochten we, je mag er niet over praten dan, hè, de uitzendingen en zo. Op een gegeven moment kregen we een bericht van de productiemaatschappij. Oké, over, weet ik veel, vandaag mogen jullie posten over het programma, dat jullie eraan meedoen en dingen zo. 10 minuten later dat ik dit bericht kreeg, kreeg ik een bericht van, dat er stond, Glenn Helder bedreigt mij. Oh, oké. Okay. Ratenband. Ja. Hij heeft gelijk de pers benaderd. Glenn Helder bedreigt mij. Ze worden geïnterviewd.
bij Shownieuws op Schiphol. Dus dan moet je zeggen waar je bent. Ja. Want ze weet niet dat je op Schiphol bent. Ja. Dus hij heeft zelf snap je wat ik bedoel? Ja. Ze staan daar zo. Gitta heeft haar arm om de achter zo bij en heeft haar hand in de broekzak, in de rechter broekzak voor mij. Of ja. In ieder geval aan de broekzak van Raterband. Ze worden interviewd en Raterband begint over mij. Ja, Glenn Helder dit, Glenn Helder dat. En bedreigt en ziet en dit dat. En dan bedreigt mij. En dit. Bizar. Weet je? Okay. En hij zegt dit. Ja, maar hij is ook precies een voorbeeld voor zoals alle Surinamers. Hij is lui. En letterlijk zegt hij. Hij zei van, zoals alle Surinamers is hij lui en niet willen werken. Letterlijk, hè, zoiets zei hij. Dus op dat moment dat hij dat zegt, knijpt Gitta, dus buiten beeld, niemand ziet dat, knijpt hem in zijn kont van, hey, stop even, weet je wel. Wat doet hij nou? Kijk hoe slecht hij is. Kijk hoe slecht hij is en wat voor ongelofelijke egoïst hij is. En zelfs ten opzichte van zijn vrouw. Zij knijpt hem dus buiten beeld in zijn kont. Wat doet hij? Hij zegt, nou, je hoeft niet in mijn kont te knijpen hoor. Ik mag dit gewoon zeggen. Hij zet haar ook nog een keer voor paal daar. Want zij vertelde ons later van, ja, ik schaamde me kapot joh. Hij zegt, hij zit gewoon mensen allemaal over één kant te scheren. Donkere mensen. Ik zeg, ik werk op de Curaçao, heb ik twee bedrijven, we werken alleen maar donkere mensen. Ja. Weet je, daar sta ik naast. Ja. Weet je. Dat zegt ze letterlijk weet je, later tegen ons en zo. Maar zo'n grote egoïst is hij dus. Ja. Weet je, het maakt niet uit wie hij dus dan zo. Dus kwest. Dus zelfs de vrouw waar hij van afhankelijk is. Ja. Weet je wel? Dus zelfs zo met, nou, voor tv. En ze vroegen dus om aan tafel te komen. En is dit zoiets van, toen, nee man, ik wil niet of zo. Nee, maar, toen, nee, maar ik heb ook met mijn vriendin te maken. Dus we hebben samen een programma gedaan. Ja. Dus tweeën. En ik heb toen tegen mezelf gezegd, want Humberto die vind ik super gaaf. Humberto, ja, weet je wel, Humberto is echt. Dus vond ik zelfs een eer om daar te zitten, weet je wel. Dus, ik ben altijd trots op dat ik altijd mezelf ben, waar ik ook ben. Of nou boos ben, verdrietig, of vrolijk, maakt niet uit. Alleen dat kan soms ook in je nadeel werken. Want de mensen die mij kennen. Die weten dan, stel je weet het verhaal nu, dan kijk je er heel anders naar. Dan kan je alleen zeggen, nou oké, ik scheld niet zo snel, maar ik kan wel vanuit mijn kant, hoe ik ben, dat dan op dat moment wel begrijpen. Weet je wel? Ja. Sterker nog, dat was toch voor mij heel rustig op dat moment. Ja. Maar je jaagt ook een hoop mensen weg die je niet kennen, weet je. Zeker. En om een ander voorbeeld te geven, hij zegt van, hij ligt alleen maar in zijn bed. Weet je wel, thuis, ik had geen eens een stoel. Ja. Weet je, de bed, dat was mijn stoel. Ja. Dus ik lag niet in mijn bed, ik zat in mijn bed. Weet je wel? Dus ik had, weet je, dus ik had geen eens een stoel. Ja. Mijn bed was mijn. Nou, oké. Okay. Dus. En ik vond gewoon van, oké, okay, weet je. Ja. Je moet gewoon ook niet schelden ook, op tv daar, weet je. Ja. En ik denk van, nou, ik heb dan gewoon. Wat ik voor mezelf wilde doen is van, nou. Dan zeg ik gewoon op tv van ik bied mijn excuus aan voordat ik zo los ben gegaan op tv. Want je moet gewoon niet schelden en dat soort dingen en zo. Maar ik had nog steeds een bloedhekel aan hem. En maar toen zei Humberto, dan geef elkaar een hand. Dan kan ik zien dat hij ook zijn hand zo geeft. Dan denk ik, nou, laat maar hand. Weet je, ik denk, laat maar gaan. Weet je, ga naar maar boven staan. En straks is hij dan toch, hij is dan hiernaast je uit mijn leven. Weet je wel? Dus laat maar gaan. En toen overleed Gitta. Ja. En toen zijn we naar de begrafenis geweest. En nou, die begrafenis was echt. Die was nog meer tenenkrommend van de Raterband. Waarom? Nou, daar kwamen de familie tegen en de vrienden. En die kwamen allemaal naar ons toe. En. En te ons vertellen dat. Ja, Gitta om huis had genoten, weet je wel. De tijd met mij en dat ze echt heel leuk vond. En dat ze vooral moesten lachen toen Gitta aankwam bij mij thuis met al haar koffers. Ja, dat ze bijna van die trap af viel. Ik had geen trapleuning, er hing gewoon een touw. Ja? Die is dan nog los ook. Dus. En dat vertelde de vriendin en de familie aan mij, weet je. En,
Ja, dat vond ik wel mooi om te horen, weet je wel. Dat ze echt ook, ik wist dat het een leuke tijd, want ik had ook een leuke tijd. Dat was echt super leuke van. Maar dat vond ik dan even een extra bevestiging dat ik het ook van de mensen daar hoorde op zo'n trieste dag. En wat was nou het meest tenenkomend? Nou, van de 10 hadden bij spreken 10 mensen een hekel aan ratenband. Ja. Want ze kwamen natuurlijk tegen mij, want ze zagen dat ik ruzie met hem had. Dus ze gaven ook hun mening, wat zij vonden. Oh, ja, dat hoorde ik, weet je, ongevraagd. Ja. Dus want ik dacht eerst van, ja, kan ik daar wel naartoe gaan, weet je wel? En, want dat had mijn vriendin geregeld met de ratenband dan, weet je wel. Anders eens, want ja, je kan niet daar zomaar komen dan, weet je wel. Dus ik had... Oké, verstand gewoon op nul gezet wat dat betreft van de ratenband. En laat maar gaan. Ja, je merkt dat gewoon. En die mensen komen naar je toe, weet je wel. En, nou, toen begon zeg maar de ceremonie. En er waren allemaal sprekers. En daar was zeg maar... er werd de muziek gedraaid. En dan werden foto's laten zien. Ja. En als de muziek dan klaar was, dan kwam de volgende spreker. En zo gingen mensen elke keer klaarstaan, zeg maar. Op een gegeven moment was ratenband. En die gaat staan. En wij zaten helemaal achterin. Ja. Dus we keken tegen allemaal mensen op hun rug. Weet je wel. En hij gaat staan. En dat was zo'n ding waar je handen dan op zette. Weet je. Waar normaal een priester achter staat of zo. Zeg maar. Dus iedereen staat erachter. En hij gaat staan. En hij denkt dat de muziek afgelopen is. Ja. Afgelopen was. Dat dacht ik ook, weet je wel. Want ik wist, waarschijnlijk dacht iedereen dat de muziek afgelopen was. En vlak voordat de muziek afgelopen was, ik dacht, nam die een houding aan van gebroken man. Nou, hoor deze. Dat was nog niet eens alles. Dus een houding van gebroken man. Ik ging zo staan en dan hoofd naar beneden. Zo. En wacht tot die muziek uitgaat. En dan, als die muziek dan stil was, dan zou die zo staan. En dan, dus gelijk. Ja. Maar die muziek was niet afgelopen. Duurde nog iets van 15 seconden. Dus hij kijkt weer omhoog. Toen iedereen ook bezette muziek. Hij kijkt weer omhoog. En die gebroken manhouding was weg. Ja. Die was weg. En toen de muziek daadwerkelijk afgelopen was. Precies diezelfde gebroken houding nam die weer aan. Nee. Dus wij zaten achter. En we zien al die mensen. Zien we zo. Je weet toch als je achter zit zo. Dus die kijkt naar die en die kijkt naar die. Die kijkt zo. Dus dat ze naar elkaar keken zo van. Weet je, iedereen zag hoe nep dat was. Ja. Hoe nep hij daar... Hij speelde daar gewoon de gebroken man, joh. Ja, heftig, snap je? Heftig, man. Ja, nou, dus... Maar ja. Heftig. Dus... Mensen kunnen dat lezen in het boek. Ja, daar leg ik het een beetje uit. Ja. Rest in peace, man. Ja, Gitta, zo'n lieve vrouw. Ja, man. Maar dat is een voorbeeld van een hoofdstuk. Maar de gokduivel, die dus ook, daar heb ik ook mensen mee geholpen die een drankprobleem hadden. Ik pretendeer niet dat ik een verslaving afhelp, totaal niet. Maar 100% dat je handvaten hebt die echt universeel zijn. Ja. 100%. En de gokduivel, iemand die geen probleem met gok had, maar met drank. Zeg, jij verandert het woordje gok. Verander jij in drank. Ja. Dus jij leest niet de gokduivel, jij leest de drankduivel. Ja. Nou, ik kan je bericht laten zien in mijn telefoon hoe blij die persoon is. Dat is mooi, want zeg maar, je hebt natuurlijk zoveel meegemaakt. Je hebt echt, ja, ik kan het straks over hebben, zeg maar, heel veel schulden gehad, heel veel mensen geholpen. Wat ik ook mooi vind is dat jij al die dingen hebt mee moeten maken om jou nu nog een betere spreker en mens te maken. Ja. Want ik denk namelijk dat al die dingen die je hebt meegemaakt, dat was onderdeel van jouw verhaal. Weet je, iedereen heeft een verhaal op aarde. Je maakt dingen mee. Het zijn geen fouten, maar het zijn lessen. Ja. Het waren lessen die jij nodig hebt om jou te vormen. Maar ik zeg ook altijd gelijk, zet me terug in de tijd. Ja. Sla ik al mijn tanden uit mijn bek. Ja. Dan ben ik misschien niet zo gevormd door die lessen. Maar dan had ik ook een ander leven. In die zin, het gaat niet om het financiële, maar het gaat wel om de kansen die jij krijgt. Ja. Had je veel kansen? Tuurlijk heb ik spijt. Ja. Tuurlijk heb ik spijt. Ik bedoel, het is toch te gek voor woorden dat je met je voeten geld kan verdienen. Ja. Dat je van je hobby je beroep kan maken.
ook nog een keer gezegend bent met zo'n talent dat je jezelf financieel ondervangen kan voetballen. Nou, in deze maatschappij moet je dat zeker koesteren. Als ik praat over deze dingen, dan komt hiervoor dat allergrootste goed wat je hebt, dat is je gezondheid. Ja. Ja? Dus alles wat ik vertel, komt daarna pas. Hè? Ja. Als je gezond bent, als mensen gezond zijn, hebben ze 1000 wensen. Ik wil dit, ik wil zus, ik wil zo. Terwijl als je ongezond bent, heb je maar 1 wens. Ja. Gezond zijn. Nou, dan moet je ook naar leven. Niet alleen met woorden, maar met daden. Ja. En ik deed dat niet. Snap je? Ik deed alsof het vanzelfsprekend was. Dat je gezegend bent met zo'n talent. Of dat je zoveel geld verdient. Of dat je van je hobby je beroep kan maken. En Arsenal kan spelen, Nederlands elftal. Omdat het voor mij geen moeite kostte. Lijkt het alsof het maar normaal is. Maar het is niet normaal. Ja. Nou, zo, en dan ga je ook nog een keer om met geld. Alsof je, weet je, waar je helemaal geen respect voor hebt. Nou, als je dan praat. Als je dan dat allemaal bij elkaar neemt. En dat heb je gevormd tot de dag van vandaag. Ja, omdat ik het niet terug kan draaien. Oké, dan koester ik deze persoon. Die alles heeft meegemaakt. Maar als je dat kunnen terugdraaien. Wat? Wat? Ja. Moet je nog duidelijk antwoord hebben nu? Ja. Maar hoe had jij die Glenn Helder in die tijd moeten bereiken? Maar had het geholpen? Wat? Een paar goede pak slaag? Ik word nu al kwaad. Maar wie kijk. Als ik. Ik ben nu 55. Hè? Als ik mijn jongere ik van 25 jaar zie. Ja? 30 jaar verschil. Ja? Hij is jonger, fitter, sterker. En ik zie hem daar, hè, 50 meter verder. Vriend, ik kan sprinten, jongen. Hij wegsprint, hè. Weg. Ja. En toch haal ik hem in. Ja. Terwijl ik ouder ben. Ja. Ja, en toch haal ik hem in. Zo kwaad ben ik. Ja, ja. Toch haal ik hem in. Ja. En als ik hem inhaal, schoppen ze. Pap, pap, pap. En dan zegt hij, hey, wat doe je nou? Ik zeg, nou, vertel je zo meteen wel. Ja, weet je? Ja. Zo kwaad ben ik op die jongere ik. De enige reden dat ik in de spiegel kan kijken, is omdat we zijn allemaal mensen en we kunnen allemaal fouten maken. Ja. Of je nou bekend bent of niet bekend, dat maakt niet uit. Maar we kunnen allemaal fouten maken. Ja. Dus ik heb me dat op die manier kunnen vergeven. Ja. Snap je? En wat ik ook weet van, nou, de fouten die ik heb gemaakt zijn niet uit de slechtheid van mijn hart, maar uit de domheid van mijn verstand. Daarom mag ik, durf ik in de spiegel te kijken. Ja. Die combinatie bij elkaar heeft gezorgd dat ik het mezelf heb kunnen vergeven. Ja. Maar vergeten doe ik het nooit. En die persoon die ik nou ben, ja, dat is wel, en dat bedoel ik niet financiën, maar dat is een veel rijker persoon dan dat ik toen was. Met geld. Maar daarom vraag ik me af in hoeverre. Want soms kan je tegen iemand praten, maar dan komt de boodschap niet aan, omdat de persoon op dat moment niet ready is om een boodschap te ontvangen. Ja. Dus je kan hem op zijn bek slaan, die jongere versie van jezelf, maar die staat gewoon weer op met een paar minder tanden. Die zegt, ja, ik ga gewoon weer. Nee. dit is de kunst. Ik geef ook lezingen. Ja. En, voor jeugd. Ja. Gevangenissen, bedrijven. Ja. Entertainmentlezingen. Motivatietrainingen, motivatielezingen, maak naar clinics, geef ze allemaal. Ga ik niet overal hetzelfde verhaal vertellen. Ja. Snap je? En toch bereik ik al die mensen. En waarom bereik ik al die mensen? Omdat je moet in de belevingswereld gaan zitten van de persoon tegenover wie jij zit. Als ik een verhaal verteller ben, ik hoef het niet voor mezelf te vertellen. Want ik weet het al. Dus als ik een verhaal vertel, dan is mijn doel dat die mensen begrijpen wat ik dan wil vertellen. En de een houdt van een broodje oude kaas met 1 plakje. En de ander van een broodje oude kaas met 2 plakjes. Is dezelfde smaak, maar toch zit er verschil. Nou, dat is ook met mensen. Dus als ik een verhaal vertel, moet ik zorgen dat iedereen mijn verhaal begrijpt. Dus ook die ene van een broodje oude kaas met 2 plakjes. Ja. Ja. Terwijl die ander misschien helemaal kaas helemaal niet lekker vindt, bij wijze van spreken. Dus ik kom dus in de belevingswereld van die andere persoon. Dus als jij praat over, jij zegt dus al, ja, sommige mensen kunnen niet geholpen worden of dingen. Iedereen kan geholpen worden. Maar ze moeten het ook willen. Dat is heel belangrijk. Dus dit is mijn punt. Ja. Je moet ook willen. Dus in mijn praten, in mijn zit dus dat jij dat willen, op een gegeven moment zelf gaat willen. Ja. Omdat ik je dingen laat zien waardoor jij het moet gaan willen.
Dus dan kom ik in de belevingswereld van die persoon. En wat jij nu net bijvoorbeeld al zeg maar doet, je slaat toch gelijk een stap over. Je zegt van, ja, maar niet iedereen kan. Dat is een verkeerde punt. Als ik zo erin zou staan en zo erin zou gaan, zou ik van de 10 mensen misschien maar 1 persoon bereiken. Ik wil ze alle 10 bereiken. Snap je? Ja. En als ik ze niet alle 10 kan bereiken, nou dan zijn het er misschien maar maximaal 2. Maar dat kan alleen omdat ik ook overtuigd ben. En ook doordat ik het gezien heb. Want ik heb met allemaal verschillende mensen ook te maken gehad. En ik hou ook mijn lezingen ook voor verschillende mensen. En ook de 1-op-1 contact. Dat is van, je moet het in, zeg maar, kant-en-klare taal. Moet je het eigenlijk over kunnen brengen. Ja. Nou, dat kan ik wel. Als ik iets moet overbrengen aan jou. Ja. Kijk, als ik nu aan het praten ben. En we zitten hier, nou, dan kan ik af en toe een beetje stotteren. En dan praat ik een beetje omdat ik in mijn verhaal zit. En ik zit gewoon een beetje ontspannen. Ja, maar, ja. Maar als ik een lezing hou of ik ga met jou praten. Jij hebt een probleem. Is het een ander verhaal, is een andere focus. Ja. En dan weet ik wat ik wil vertellen. Maar dan ben ik ook bezig van, oké, hoe ga ik dat vertellen? Hoe werkt dat bij hem? Als ik iemand ergens mee ga helpen met de problemen, dan ga ik niet alleen maar tegen die persoon praten. Nou, zo heb ik het gedaan. En zo moet jij het ook doen. Nee, maar dat bedoel ik. Alles is zeg maar, je gaat hem tailor-made op maat gemaakt. Ga je ook het gesprek aan. Maar daarom probeer ik te begrijpen, zeg maar, van, omdat je zegt dat je die jongere versie van jezelf op zijn bek had geslagen. Dus daarom vraag ik me af van, hoe had je hem kunnen bereiken in zijn belevingswereld? Ik wil een beetje begrijpen. Heel simpel. Hoe jouw belevingswereld toen was. Heel simpel. Ja. Als ik al die stomme dingen gedaan heb die ik gedaan heb, ja. Dan zegt dat er iets niet klopt, toch? Ja. Dat is duidelijk, hè? Gewoon. Ja. Zoals andere mensen kijken, bijvoorbeeld, jongen, wat doet hij nou? Ja. Weet je, terwijl je denkt, koester je zegeningen. Maar toch deed ik het. Ja, dat klopt dus niet. Ja. Ik zou zorgen dat hij snapt dat niet klopt. Wat voor manier dan ook. Is dat met van, hé, luister dan, dit klopt niet. Of is het een kopstoot tegen mij? Luister, wat ik wil zeggen, dat is tegen mij, hè, mezelf. Ja. Want ik had een andere aanpak nodig. Ja. Ik was stront eigenwijs. Voorbeeld te geven, als ik bijvoorbeeld naar Rob Jansen. Zaakwaarnemer, toch? Als ik naar hem geluisterd had, was ik multimiljonair. Als ik naar hem geluisterd had. Nou, wat zei hij dan? Ik heb zoveel voorbeelden. Ik ga je 1 voorbeeld geven, dan hoef ik de andere voorbeelden hoef ik niet eens meer te geven. Ja. Dan snap je dat het totaal niet aan hem lag. Ja. Ik speel bij Vitesse. Rob belt, hij zegt, luister, Glenn, morgen kom jij naar kantoor. Dat was een sportpromotie in Gouda. Nu is het Wasserman in Den Haag. Hè. Ja. Morgen kom je naar kantoor. En er is hier een man. En die gaat jou leren om met geld om te gaan. Hij zegt, luister, jij bent hier absoluut morgen. Ja? Want hoe jij nu met geld omgaat, als jij dat niet anders gaat doen, ga je naar de kloten. Maakt niet uit hoeveel geld jij gaat verdienen. Ja? Hij zegt, dus morgen ben jij hier en je gaat met hem ga je een traject in. Hij zegt, luister, goed wat ik nu zeg. Ik ken jou. Ja? En ik weet hoe je bent. Maar 1 ding. Als jij er morgen niet bent, dan trekken niet alleen ik, maar ook jouw familie al onze handen van jou af. Dus ik moest. Ik had geen keus. Ik moest. Ja. Snap je? Want ik moest komen. Er was gewoon niks wat... Ik moest komen. Ja. En weet je, het meest irritant is, het is alleen maar goed voor mij dat ik ga, weet je? En wat doe ik? Volgende dag. Ik zet mijn auto. Bam. Tegen een boom. Maar niet met 40, 50 kilometer per uur. 60, 70 kilometer per uur. Boom. Bam. Gewoon. Express. Total. Express, ja. Omdat je er niet bij wilde zijn. Total los. Boom. Bam. En ik bel erop. Ik zeg, luister op. Ongeluk gehad. Ik red het niet. Ja, dan ben je gewoon niet te helpen. Ja. Nou, maar dat bedoel ik. Dan ben je niet te helpen. Je bent zelfdestructief bezig. Ik ben op dat moment ben ik te helpen. Omdat je gewoon een bepaalde realiteit niet ziet, snapt, beseft, begrijpt. Nou, en ik zou zorgen dat je het wel ziet. Maar dan, daar zijn sommige andere maatregelen voor. Ja.
En die is bij iedereen verschillend. Bij mij had gewoon de harde aanpak. Maar wie had je dan? Had jouw zaakwaarnemer je een klap op je bek moeten geven? Want waar waren je ouders in dit geval? Nou, misschien ja, maar om een voorbeeld te geven. Mijn familie, die hebben ook alles gedaan. Ik was echt stond eigenwijs. Het probleem is, ondertussen word ik gewoon beloond voor mijn slechte gedrag. Omdat ik een bepaalde waarde heb op het voetbal. Snap je? Ja. Ik ga van Sparta naar Vitesse. Ik word verkocht voor 650.000 gulden. Word ik verkocht. Sparta was een wat mindere club als Vitesse. Zeker in die tijd. En Vitesse eindigde altijd vierde, vijfde, zesde. Sparta twaalfde. Vitesse die won de wedstrijden meestal de laatste 25 minuten. Dus betere conditie. Beter team. Ik word verkocht voor 650.000 gulden naar dat team, naar Vitesse. En wat ga ik doen in de vakantie? Voordat ik naar de club ga, begin ik met roken en met drinken. Ik loop bij Sparta altijd, bij de eerste 2-3, standaard altijd vooraan. Ik rook niet, ik drink niet. Ik had 2 disciplines. Normaal ben je of alleen snel, of je kan alleen lange afstanden lopen. Ik kon alle twee. Ik was en snel. En ik kon lange afstanden lopen. Daarom kon ik altijd mijn sprint blijven maken. Ik kon de sprint blijven maken. Ja, dan ging ik weer. Ik kon sprint maken. Ik kon ook een paar keer voor niks lopen als die bal niet kwam. Omdat ik had die conditie gewoon. Maar ik ga naar een betere club. En ik ga opeens ik roken en drinken. Terwijl je weet niet eens of je überhaupt bij de selectie zit, bij wijze van spreken. Ja. En wat gebeurt er? In dat jaar, terwijl ik elke week aan stappen, roken, alles doen, vrouwen. Ik was helemaal alleen maar aan losgaan. Ja. Ik word voetballer van het jaar. Van Vitesse. Met spelers als Philip Cocu, Theo Bos, overleden is. Roy Mekkaay, Edward Sturing, Van der Gouw, Geelhuis, Latuheru, Simons. Ik word voetballer van het jaar. Ik word derde voetballer van het jaar van Nederland. Met Ajax, Feyenoord. Word ik derde voetballer van het jaar. Dat betekent dat je alle wedstrijden moet spelen en nog een hoog cijfer moet halen. Terwijl ik elke week verkeerd leefde. Ja. En wat dan nog? Wat komt er ook nog een keer bij? Ik werd verkocht voor 650.000 gulden van Sparta naar Vitesse. Een half jaar later ben ik opeens 5,4 miljoen waard. Word verkocht naar Arsenal. Ja, hoe dan? Ja. Dus ik word niet beloond voor mijn slechte gedrag of hoe slecht ik leef. Bij een beroep waar je gewoon moet koesteren. Je lichaam moet verzorgen als een tempel. Maar het ging mij te makkelijk af met voetballen. Als je praat van, oh, je kan wel mooi praten, maar hoe goed was je dan? Als op de belangrijkste wedstrijd van Nederland, van het Nederlands elftal, de belangrijkste wedstrijd van het jaar, die gewonnen moest worden, dat was de Anfield Road, het was tegen Ierland. Ja. En dat was neutraal terrein. Degene die wedstrijd wint, gaat naar het EK. Dus dat is de belangrijkste wedstrijd van het jaar op dat moment. En dan staat de beste linksbuiten van Nederland, Mark Overmars. De beste linksbuiten van Nederland. Staat niet linksbuiten, maar staat rechtsbuiten. En Glenn Helder staat linksbuiten. Nou, dat zijn feiten. Ja. Dat zijn feiten. Dat zijn feiten hoe goed je was. Ja. Ja? Nou. Dus. Maar voelde je dat ook op dat moment? Want dan dus, hoor je dat. Dit is mijn punt. Nee, dus. En heb je gelijk antwoord op je volgende vraag? Ja. Zo kan je iemand dus bereiken die dat dus wel ziet. Ja. En je moet door mensen kunnen. Ja, je moet iets kunnen doorbreken wat voor iemand dus vanzelfsprekend is. Ja. Wat iemand die niet beter weet. Ja. Moet je hem iets anders laten zien? Ja, hoe doe je dat dan? Stel, je drinkt de hele tijd cola. Vind je lekker, hoor. Lekker. Ja. Je wil hem naar water laten gaan. Ja, die cola, die blijf je lekker vinden. Weet je wel? Dat zit in je systeem. Hoe kan je dan opeens die water lekker gaan vinden? Nou, daar zijn stappen voor. Ja, maar ik vind waarom ik het fascinerend vind, is omdat ik...
in mijn leven veel mensen ontmoet. En zeg maar, niet iedereen bereikt de top. De ene is niet goed genoeg. De ander heeft talent niet. Of de mentaliteit. Geluk speelt ook weer een rol. Ja. Er zijn zoveel elementen die een rol spelen. Ook bij heel veel dingen in het leven, maar vooral ook bij voetbal. Ja. Dat die scout je net ziet. En dat je net op het juiste moment. Heb ik ook gehad. En dan kan je ook goed. Ook nog, en dan denk je ook, maar die gast, hij is ook nog goed. En dan raak je ook niet geblesseerd op het juiste moment. Want je bent gewoon. Want als je een paar keer geblesseerd raakt als voetballer. Op de verkeerde momenten. En je herstelt niet goed. Ben je fucked. Dat is Marco van Basten volgens mij ook een beetje ook overkomen. Want die heeft volgens mij nooit echt kunnen. Volledig kunnen pieken. Omdat zijn benen op een gegeven moment. Had hij al gedaan, maar. Ja, maar hij was tekort. Al, ja, maar hij tekort. Ja, precies. Want hij, in mijn dus dat was een legende. Hij was een legend. Don't get me wrong. Maar ik bedoel van, als zijn enkel ziet, dan zaten we met hem te praten in de rij van Cruijff. Laat me het zo zeggen. Zo kijk ik ernaar. Ik ben zo kijk jij ernaar. Snap je bedoel? Ik ben geen voetbalkenner, maar dat is het gevoel wat Marco van Basten mij gaf. Ja. Als ik gewoon, dat heb ik ook bij Seedorf. Dat is een speciaal type voetballer. Ja. Die krijgt veel te weinig credits voor wat hij kan. Ja, dat vind ik ook. Vind ik ook. Hands down. Maar bij jou vind ik het zo interessant. Want als ik daar bijvoorbeeld naar jou kijk. En dan heb ik je dan bestudeerd. En denk ik. Maar je hebt talent. Je hebt ook nog de fysieke conditie. Je hebt alles mee. Er is maar één weak link. En dat is gewoon. Je bent een voorbeeld van. Gewoon jezelf. Als je niet het zelf voelt. Nee. En dan vind ik het een interessant verhaal. Omdat mensen die misschien nu kijken. Die ook een voetbalambitie hebben. Of weet je. Dat er komen zoveel elementen bij. Dat je jezelf in de weg. Je bent niet gekokblokt. Je hebt gewoon jezelf in de weg gezeten. Ja. Dat is interessant. Ja. Wat een grap is. Ik heb de weg gezeten. Ik heb de muur gebouwd. Ja. Sleutel weggegooid. Weet je. Ik ben echt een stomme klootzak geweest. Ja, maar daarom probeer ik te pellen. Te kijken zeg maar van. Was je ook zo toen je 8 was? Had je een bepaald karakter toen je 9 was? Een soort ding in jou. Je hebt wel een bepaald soort karakter, maar je moet ook wel voorstellen, op een gegeven moment groei je ook in een wereld, wat een hele aparte wereld is. Eigenlijk best wel ook een nepwereld, want precies wat je zegt. Ja. En dat draait om geld. En als het geld draait, dan zijn er opeens heel veel dingen veranderen. Mensen veranderen. Situaties veranderen, weet je wel. Dus dan, ik was wel een bepaald persoon, een bepaald karakter, maar ik heb natuurlijk ook je ontwikkelt je op jouw manier. Maar ja, waar een ander heel serieus was met dingen, was ik dan meer, was ik dan zeg maar minder serieus. Ja. Weet je wel? Als we vroeger op voetbalveld waren, op het schoolplein, gingen we altijd voetballen met een tennisballetje en zo. Nou, dan was ik altijd een van de betere, weet je wel? En daardoor was je dan ook ietsje populairder, weet je wel? En dan lijkt het net alsof andere dingen dan niet minder belangrijk zijn, maar je krijgt ongevraagd ook andere dingen erbij, weet je wel. En dan moet je ook een bepaald, hoe zeg je dat? Als kind een bepaalde volwassenheid hebben. Dat je dat ook, dat je daar ook mee kan schakelen. En ik schakelde helemaal niet. Maar in wat voor huishouden groeide je op? Was je een kind? Kom je uit een groot gezin? Wij waren thuis met 2 broers, 2 zussen. Ja. Dus thuis heeft totaal. Dat was gewoon top. Dat heeft totaal niks mee daarmee te maken. Het is ook, ik ben ook ontspoord toen ik alleen was. Ja. Want en je verdient geld. En als je geld verdient, dan worden mensen wat onafhankelijker van andere mensen. Weet je wel? Qua doen, laten, luisteren. Ik zit dan ook nog een keer in de voetbalwereld waar ik dus steeds een stukje omhoog ga. Weet je wel? Met voetbal. En daardoor ook steeds meer wat geld verdien. Dat je op een gegeven moment helemaal naar boven gaat, dat je echt heel veel geld verdient. Ja, dan moet je maar eigenlijk hopen dat je eigenlijk al ontwikkeld bent voordat je dus dat geld gaat verdienen. Nou, dat was ik niet. Zeker niet met geld. Terwijl we vroeger met 25 gulden moesten we gewoon 2 tot 3 weken bij je rondkomen, bij wijze van spreken. Weet je? Dus. Wat voor onze beleving? Wat verdiende jij in die tijd? Wat voor geld had je op zak? Bij Sparta, de eerste 2 jaar verdien ik. Eerste 2 jaar ongeveer. 1200 tot 1500 gulden. Hoe oud was je netto? Toen? 20. Dus 20. En toen ging je naar Vitesse? Ja, toen ging ik naar Vitesse. Dat is het eerste en tweede jaar. En derde en vierde jaar bij Sparta verdiende ik volgens mij iets van 22,
2200. Ja, dus dat is nog redelijk. Ja, ja. Ja, net zo voor. Ja. Ja, ik was een jong mannetje en ik krijg gewoon elke maand geld. En ik ga elke dag ben ik aan, met een bal bezig. Ja. Weet je? Ziek. Ja. Dus, ja, dat is gewoon een droom. En hoe is het tegen toen je naar Vitesse ging? Vitesse, op een bij Vitesse, daar verdien ik 100.000 gulden. Bruto per jaar. Ja. En dan weet ik nog goed dat ik geld. En dan wilde ik altijd geld in mijn zak hebben. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Dus als je gaat vragen wanneer ging het al verkeerd? Nou, lang voor die tijd, maar het is gewoon doorgaan. Dus heel echt, dan ga je zo dat volgende, de volgende stap vertellen. Maar ik wilde, dan had ik altijd geld in mijn zak. Briefjes. Gewoon voor een paar duizend. Ja, dan gewoon zak. Dat ik wist, pap. Hey, geld. Weet je zo? Ja, en dan niet gewoon 100 gulden of zo. Nee, gewoon echt veel geld. Weet je? Wat dingen. En toen ging ik naar. Dus ik had liever meer geld in mijn zak. Weet je toen? Ja. Gewoon, weet je. Van, dat ik het, dan, oké. Okay. En toen ging ik naar Arsenal. En toen verdien ik 1.800.000 gulden bruto. Per jaar? Ja, per jaar. Ja. En toen had ik geen geld in mijn zak. Toen had ik alleen pasjes. Oh. En dat vond ik prima. Ja, heel raar. Dus hoe meer geld je had, dan hadden ze opeens niet meer. Dus van Sparta naar Vitesse, dat ik opeens meer geld kreeg. Want het was 100.000 gulden bruto per jaar, weet je wel. En want ik kreeg iets van 5.000 in de maand of zo, weet je. En het liefst had ik die 5.000 in de maand had ik gewoon liefst gewoon in mijn zak zitten. Ja. Omdat dat was een stap dat ik eerst wat echt gewoon geld verdiende. Wat eigenlijk veel meer geld was dat je voor je leeftijd zou moeten verdienen. Ja. En het leek of ik dat bevestigd wilde hebben in mijn zak constant. En dan ging ik naar Arsenal en dat was op dat moment totaal niet belangrijk meer. En wat was toen wel belangrijk dan? Wat voor gevoel? Want hoe veranderde je toen in je hoofd? Want hoe oud was je toen je naar Arsenal ging? Ja, 24, 25. 25, 26. En op dat moment besef je, ik ben redelijk rijk. Oké. Okay. Ja, je kan opeens alles kopen wat je wilt. Ja. Dus beweeg je ook zo van, ga je gek shoppen? Wat doe je dan? Ga je gelijk oud? Ja. Ga je gek shoppen? Ik kocht gelijk de duurste BMW die er bestond. Ik kocht gelijk een horloge van 25.000 gulden. Ja. Ik deed al die stomme dingen die voetballers doen. Ja. Alleen, zou het nou daarbij gebleven zijn? Ja. Was er niks aan de hand geweest? Nee. Ik ging ook nog een keertje gokken. Maar wat het meeste geld heeft. Waar het meeste geld is naartoe is gegaan. Is naar mensen. Hoe bedoel je dat? Nou, wat ik vergokt heb tussen mijn leven. Pas tussen 250 en 350.000 gulden netto. Ja. Wat je gewoon kwijt bent geraakt in het casino. En ja. Maar wat ik weg heb gegeven. Praat je tussen de 800 en 950.000 gulden. Als iemand 500 vroeg. Gaf ik je 500. Voor iemand 32.000 gaf ik 32.000. Ik had mijn kinderen nog niet, weet je wel? Ik had mijn kinderen nog niet. Ik vond het gek voor woorden dat ik trapte er een bal aan. En iemand anders werd met zijn gezin naar het huis gezet, weet je wel? Ja, ik hielp iedereen, betaalde iedereen, ook vreemde mensen, weet je. De enige die geen geld wilde aannemen was mijn familie. Echt? Dat is de enige die geen geld wilde voor mij aannemen. Dat is bijzonder. Nee. Normaal hoor je dat de familie zegt, voordat ik zelf een auto voor mezelf, toen naar Arsenal ging, voor mezelf een auto wilde kopen, wilde ik mijn vader een auto geven ook. Ja. Maar hij wilde niet. Hij zei, bewaar je geld, weet je, gaat sparen. Ik zei, maakt niet uit. Ik zeg, je kan beter zeggen wat voor auto je wil, anders ga ik eentje kopen, weet je wel. Dus want ik wilde gewoon een wagen geven. En toen wilde ik hem een auto geven van, 70.000 gulden of zo, weet je wel. En dat wilde hij absoluut niet hebben. Ja. Als je dan echt auto gaat, dan ga je maar gewoon Citroën, ja. Weet je wel. De twee keer zo goedkoop, weet je wel. Ja. En nuchtere man, helemaal niet, hoeft helemaal niks getierde tijdjes, maar hij wilde helemaal niet. Maar ik zeg, ik wil gewoon iets aan je geven, weet je wel. En ik auto, je gaat dan. En ik heb bijna 22 jaar met die auto gereden. Een hele nuchtere man klinkt het ook. Gewoon heel degene die het geld kon verdienen, is precies bij de verkeerde persoon gekomen. Ja, ja. Weet je? Ja. Bij mij. Ja.
Maar het lijkt bijna, als ik je zo het verhaal analyseer, is dat je gewoon van het geld af wilde bijna. Dat je alsof je denkt van, nou, zo, I don't zo, respect zo, it. Nee, en nee, nee. Weg. Nee, zo lijkt het achteraf. Ja, ja. Maar wat het was gewoon, ik had gewoon geen waarde voor geld. En ik wilde gewoon, ja, ik hou van mensen. En ik wilde gewoon mensen helpen, weet je wel. Alleen ja, omdat ik niet de waarde van geld had en het geld niet respecteerde. Zag ik ook niet hoe belangrijk het was voor andere mensen, zeg maar, weet je wel. Die, en ja, achteraf snap ik hoe apart ik was, weet je wel. Dat is heel apart. Nee, maar aan de ene kant ook lief dat je ook mensen wilde helpen en je geeft. Maar ik vraag me dan af, op het moment dat je dus bergafwaarts gaat, ja, dan komen die mensen dan ook, zeggen ze van, hey, trouwens, die doekoe wat je me geleend hebt, hey, ik kan jou helpen. Ja, sterker nog, dat hoort erbij, dat weet je ook dat het niet zo is. Dat het ook niet gebeurt, want dat is ook met geld, dat heb ik ook gemerkt. Maar als mensen altijd zeggen van, ja, maar waar zijn die? Ik heb heel veel geluk gehad, met allemaal ook verschillende mensen om me heen, die mij ook gunden. Ja. En ook een warm hart voor mij hebben. Ja. Dus dat mensen mij geholpen hebben, dat is voor mij ook een rijkdom. En daar, ja, daar heb ik ook wel heel veel, ik heb ook heel veel fouten erin gemaakt, weet je. En die hoop ik ook nog een keer ook te herstellen, weet je wel. Maar nee, ik moet echt zeggen dat ik dat het voor mij niet opging. Van waar zijn die, ja, de mensen die daar waren, wel. Ja, die voor mij geprofiteerd hebben. Maar mensen die niet er waren, die zijn allemaal, die heb ik wel gezien. Ja, mooi. Tot de dag van vandaag. Ja. Weet je, dus... Maar, het is zo'n bijzonder verhaal, want zeg maar, ik vind dit moet een Netflix-serie worden, man, jouw verhaal. Want... Als mijn, ik deed mee met een film, en die heet Catacombe. Super trots dat ik mee mocht doen met een film. Ik had één zin, weet je wel, maar die Victor Ponte is van ook van, is ook van Mokko Mafia. Ja. Zwaar respect daarvoor. Hartstikke leuk om mee te werken aan de film. En dat ging ook over voetballer, die met gokken en in Thailand en zo. Ik heb ook tegen hem gezegd, maar als ze een film over mijn leven hadden gemaakt, ja, dat was even, was hij, ja, drie keer zo spannend als Catacombe. Ja. Nee, maar jij zou ook alles vertellen. Ja, maar een movie. Ja. Nee, maar echt letterlijk. Ja. Van begin tot eind. Ja. Dan komt alles komt erin voor. Alles. Ja. Alles. Pistolen, gevangenis. Maar heb je mensen al benaderd hiervoor? Want dit is wel een, ik zou dit zo produceren. We gaan na de uitzending gaan we even praten, vriend. Oké. Okay. Ja. Nee, maar dit is. Dat was een grapje, is... je bent serieus. Ik ben ook serieus. Okay. Nee, maar ik voel je. Ik zeg eerlijk, maar dat. Elk huis een kruis. En ik kom mensen tegen die vertellen verhalen. Ik denk, leren. Ja. Het is ook een boekverhaal van wat jij vertelt. Weet je? Dus, maar voor mij is het ietsje bekender. Hè? Dus ja, maar jouw verhaal, weet je wat jouw verhaal zo fascinerend maakt? Is dat die gast gewoon een blessing. Kijk, je moet het zo zien. Ja, voor mij wordt het wat minder leuk, die film. Maar ik weet dat het zwaar interessant is. Maar die blessing van jou, dat vind ik zo omdat ik ken veel mensen die de top willen bereiken. En ik weet hoe frustrerend het is. Maar jij kreeg die dingen gewoon... Want neem mij mee naar de allereerste keer dat jij gescout werd. Want was het ooit jouw droom... Dat vind ik wel eens interessant. Was het ooit jouw droom om een stervoetballer te worden? Ieder jongetje, meisje... Zeker vind ik het super gaaf nu dat meisjes dat ook kunnen dromen. Ja, nu, hè? Ja. Door het vrouwenvoetbal nog goed dat nou steeds meer bij elkaar gebracht wordt. Ja. Maar ieder kind die op voetbal zeg maar zit, dat is de ultieme droom om profvoetballer zeg maar te worden. Ja. De fout is natuurlijk dat ze maken dat ze naar de Messi's kijken, naar Ronaldo, weet je al. En niet naar degene die onderaan in de keukenkampioen-divisie zitten. En misschien heel moeilijk hebben, bij wijze van spreken. Dus oké. Okay. Dus altijd wordt het van het beste. Dus, en dat is ook mooi. Dat is ook dromen. En dat mag ook iedereen. Alleen, het is niet voor iedereen weggelegd. Kijk, sterker nog, ik heb in de jeugd bij een BVO heb ik gezeten. En dan kwamen met 250 kinderen kwamen bij elkaar. En zaten we daar. En dan zeiden ze van, nou, van deze groep, van deze 250 kinderen, gaan er maar misschien één of twee. Maximaal redt het eerste elftal. Ja. Weet je wel? Nou, en al die kinderen hebben allemaal een droom dat ze de eerste elftal halen. Dus
dan word je al gelijk mee geconfronteerd van in de werkelijkheid, van dat je dat niet redt. Maar die kinderen die niet daarbij die BVO zitten en het niet te horen krijgen, die hebben natuurlijk ook allemaal die droom. En die zijn niet eens daar al bij die BVO. Dus als jij mij dan vraagt, had jij dat ook? Nou, ik was op 12 jaar geleden, zat ik al bij een BVO. Weet je wel? En daarvoor was ik al aan het voetballen. En was ik al ietsje beter als mijn teamgenootjes. Sterker nog, als ze dan... Ze dan terugkwamen weer op de club als we uit hadden gespeeld. En er werd gevraagd aan de ouders van... hoe is het gegaan? Ja, gewonnen. Hoe is het geworden? Ja, zo ben je. Wie heeft gescoord? Helder weer. Of Glenn weer. Ja. Sowieso verkeerde manier van... Niet over nu, over vroeger, maar over nu. Verkeerde manier van het vragen van... hoeveel is het geworden? Ja. Bij jeugd moet je eerst kijken van... Hebben ze naar een zin gehad? Weet je? Ja. Als ze naar een zin hebben gehad, dan kunnen ze ontwikkelen. Weet je wel? Maar oké, dat is een ander verhaal. Dat is een andere keer een podcast. Ja. Maar ik had nooit een. Nooit. Verwacht dat ik. Je droomt er wel van, maar ja. Je had er niets verwacht. Dus je, maar dan vraag ik me dat af. Omdat zeg maar. Soms als je als kind. Dan droom je en dan zie je het voor je. Dan heb je het. En dan zeg je. Ik wil het vasthouden, nooit meer loslaten. En dan doe je alles om die droom vast te houden. Dus daarom ben ik een beetje benieuwd, zeg maar. Van, ja, maar noem eens een leeftijd. Noem eens een leeftijd. Dat je een droom hebt, ja, ik, ja, bijvoorbeeld, kidsdroom al van heel jong, maar dan was het 11, 12, weet je zeker van, dit wil ik 100%, want vaak willen we dokter worden en ruimtepiloot. Ja. Brandweerman, en weet ik veel, politieagent, alles. Alles, politieagent, ja. Brandweerman, ja. We worden soms een beetje, gaan we alle kant op, ik wil alles worden. Ja. Maar op een gegeven moment voel je het. Op een gegeven moment voel je aan jezelf en, hey, dit is leuk. Ik word gelukkig hiervan. Ja. Weet je, gelukkig van voetbal toen je 12, 13, 14 was? Ja. Ja, tuurlijk. En toen je gescout werd? Ja. Maar dit is het. Ja. Weet je, thuis feest. Dit wordt hem. Ja, hij wordt de nieuwe... Trots. Gewoon echt trots, blij. Alsof je... Ja, nou gewoon... Alle euforie gevoelens komen naar boven. En gewoon trots. Alleen... Ik geef het ook als voorbeeld bij kinderen. Dat geef ik nu als... Ik weet nog goed dat... ik speelde als jeugd bij een BVO. En er waren allemaal gasten die waren fysiek wat groter. En ook wat sterker. Ja. En die werden uitgenodigd voor het Noord-Hollands team. En dit en ik werd nooit uitgenodigd. Weet je wel? Al die talentjes die je nu hebt, zeg maar. Die je allemaal zeg maar, erboven uitsteken. Het gaat pas, als je praat over dromen, wat ik ook dus ook tegen kinderen zeg. Iedereen moet die dromen hebben, maar ik zeg ook gelijk, het is niet voor iedereen weggelegd. Ja. Want al ben je zo goed zoals Messi was op zijn leeftijd die jij nu hebt, dan nog moet je niet geblesseerd raken. Ja. Dan nog moet je geluk hebben voor blessures. Of maakt niet uit wat voor reden. Ja. Stel je hebt dat al, het geluk heb je allemaal wel. En je gaat naar, je komt tot senioren. Kijk, al het verschil wat je had in de junioren, met kracht, snelheid of dat soort dingen, dan moet jij je wel door hebben blijven moeten ontwikkelen. Al zou het dus makkelijk zijn. Want op een gegeven moment kom je in een hele grote vijver. Ja. En daar telt je leeftijd niet meer en dit dat. Want dan kom je in de grote mannenwereld. En daar wordt een verschil gemaakt. In wat voor talent je daadwerkelijk bent. Ja. Dus als je praat over dromen en de kinderen. Ja, iedereen moet dromen. En iedereen moet het ook alles ervoor doen. En als je sommige verhalen hoort van geslaagde voetballers. Hè, die achter hoe zijn. Ja, ik denk altijd zo van ja. Dat is jouw leven. Maar dat telt niet voor iedereen. Nee, klopt. Ja, want elk leven is gewoon different. Is gewoon anders. En precies wat jij zegt in het begin. Sommige dingen moet je ook geluk hebben. Ja. Weet je wel? Het moet net vallen. Het moet net in de sterren geschreven staan. Dat jij die persoon ben. Bijvoorbeeld een van mijn favoriete documentaires die van Cristiano Ronaldo. Die, maar dat noem je ook wel van eentje. Nee, maar die motivatie van hem. Ja, maar dan noem je ook eentje. Nee, maar hij is voor mij een voorbeeld van als ik kijk van hij wil het echt. Ja, hij wil het zo erg. Ja, ja. Dat zelfs als hij de rijkste van de rijkste. Hij is stil. Ijsbad en training. Toen dacht ik, yo. Als je hem wilt slopen, moet je zijn mentaliteit slopen. Die ga je niet winnen. Want op een gegeven moment, want iemand zei tegen me van, ja, maar hij wil alleen maar stoer doen. Ik zeg, nee.
hij heeft een bewijsdrang, die gaat veel verder. Ja, maar wat bedoel je? Ik zeg, kijk naar die documentaire. Er is één stuk waar ik zag wat zijn drijfveer was. Hij zei tegen zijn moeder, het is niet eens veel mensen opgevallen, hij zei in die documentaire, ze was jarig of zo, vierde verjaardag, toen zei hij, hey, we hadden dit bijna niet, hè, als de abortus was gelukt. Ja. Toen dacht ik, zijn bewijsdrang is niet alleen ik wil de beste zijn, zijn bewijsdrang is zijn bestaansrecht. Ja. Ja. Dus hoe ga jij iemand verslaan die vecht voor zijn bestaansrecht? Ja. En daarom zeg ik altijd, als ik wat mensen motiveren, zeg van, probeer te vinden waar je blij van wordt. Nou. Jij praat dit nu, jij zegt dit nu. Ja. In mijn hoofdstuk over de gokduivel, ja, staat ook die zin wat jij nu zegt, staat er ook in. En er staat in, ieder moet voor zichzelf iets vinden wat voor die persoon belangrijk is. Ja. En dat maakt niet uit wat. Ja. Daar begint het mee. Ja. Nou, jij zegt het. Real talk, nee, maar dat is ook wat ik altijd voel. Dus dat is... Ja, maar het is ook zo. Ja. Want als moet je vertrekpunt zijn. Als alles gaat zoals je zou willen, ja, hè, dan zou het leven wel anders zijn. Ja. Nee, het gaat niet zoals jij, ja, wil. Je krijgt met tegenslag te maken en zo. Ja. En hoe ga je daarmee om? Ja. Dat bepaalt ook wie je bent. Dat bepaalt wie jij bent. Ja. En als jij... waarom denk je... dat klinkt misschien raar, maar die Afrikaanse voetballers en zo, die bleven lopen. Ja. 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 Waar jij je druk om maakt. Ik moet straks mijn boodschappen doen en dat. Oké, dan heb ik alles. Oké, ben ik klaar. Boom. Zij moeten voor 40 man thuis zorgen. Ja. En als hij niet slaagt, dan zijn er 40 man zijn afhankelijk. En dan praat je over bestaansrecht. Ja. Ja? Ja. Dan praat je over van als een duurloop moet lopen. Oh, we gaan nu even smokkelen. Wat? Niks smokkelen. Ja. Nee, wegwezen. Ja. Ja, man. Dat is verschil. Nou, ik had dat ook met voetballen. Ja. Hetzelfde. Met lopen. Ze lieten ook mij met rust. Ik schrok je echt verrot. Als we gingen lopen. En eentje die zei van, Glenn, een beetje rustig aan. Kwaai kon je mij niet maken. Glenn, rustig aan, rustig aan. Kwaai kon je mij niet maken. Ja. Loop jij jouw tempo? Ja. Ik loop mijn tempo. Ja. Ja? 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 Jij hebt dat nodig, ik heb dit nodig. Ja. Weet je? Dan ga je tegen mij. Ik leef rustig aan. Ik snap het wel. Maar zij wist op een gegeven moment, zij zei niet tegen me, zij lieten me gewoon gaan. Ja. Want daar pak ik mijn kracht. Ja. Ik had het één keer gedaan. Ging ik met de keeper meelopen. Ik stond toch op basis. Ik denk, weet je wat, ik ga met de keeper meelopen. Die loopt niet zoveel, loopt lekker achteraan, word niet moe. Hey, eerste beste positiespel. Het leek wel of ze allemaal Superman waren. Ja. Ik kon niet vooruit te branden, joh. Ja. Ik was moe, weet je. Ja. Terwijl die anderen dachten, we hebben ze conditie. Leek wel een zuurstoffles op hun rug. Ja. Zo waren ze voetballen. Terwijl ik normaal gewoon mee kan voetballen. Ja. Dan denk ik, oh, stomme eikel. Je hebt het gewoon nodig, vriend. Vanaf nu ga je gewoon weer vooraan lopen. Ja. En niks achteraan. Dus dat is ook een drijfsfeer. Ja. Soms moet je het even ondervinden. Moet je even een klapje hebben bij spreken. Nou, en sommige mensen hebben dat vanuit nature. Nou, ja. Zo Ronaldo, die hier staat. Ja, ja. Die hebben dat vanuit natuur, ja, weet je wel. En Mbappé zie ik ook. Mbappé gaat ook. Hij is al eng, maar... Ja, maar in mijn ogen... hij heeft dat ook. Hij is ook een machine. Ja. Maar hij heeft nog meer natuurtalent, ja, denk ik. Als Ronaldo. Ronaldo is echt... Ja. Die heeft natuurtalent. Ja. Maar om een voorbeeld te geven, kijk maar. Want, een soort Messi. Je ziet Mbappé als een soort Messi. Het is, ja, gewoon... en Messi vind ik dan... Messi vind ik een FIFA-spel. Ja, ja, Mavi, je praat, iedereen moet geluk hebben. Nou, hij moet alleen geluk hebben dat hij niet struikelt over zijn veters. Ja. Weet je, als wij een bal trappen, ja, en we hebben een idee hoe we moeten raken, ja, en dan hopen dat we alles goed raken. Net als met darten. Je moet hem in zo'n stukje gooien. Ja. Hoe kan je nou elke keer hetzelfde... Nou, betekent dat elke moet hetzelfde zijn. Loslaten, kracht, maakt niet uit. Dat is ook met een bal trappen. Ja. Dus als ik een bal zou trappen en ik was goed in de voorzet. Ik wist al als ik hem van voet had, oké, die is goed. Ja. Ja, maar je wist ook als hij niet goed was, zeg maar. Ja. Nou, dan moet je ook een beetje geluk hebben dat je hem ook raakt hoe je wil raken. Ja. Nou, daar heeft Messi allemaal geen last van. Ja. Dat is wat ik bedoel? Ja. In zijn tijd. Nou, en daar zitten ook verschillen in. Kijk, het is een totaalpakket. Talent, techniek, mentaliteit en geluk. Hoe groter die andere dingen zijn, hoe minder je van het geluk nodig zou hebben. Oh ja. Weet je, ja. Want met die andere dwing het geluk eigenlijk af. Dwing het af. Nou, en als je praat, maar je praat nu over de top van de top. Weet je wel, de Messi's, de Ronaldo's, de Mbappé's, dat zijn de Neymars.
die zijn gezegend met zo'n talent. En dan vind ik dan Ronaldo degene die dan het hardst daarvoor werkt, ja, zeg ja, maar. Ja. Door zijn ja. bestaansrecht. Ja, ja. Waar ik vroeger dacht ik... ja, ik zat, weet je, ik ben niet helemaal omgeschakeld. Want vroeger mocht ik hem niet zo... ik mocht hem altijd wel van tv. Maar toen dacht ik... Toen had ik een keer via... Ik zou een shirt van shirt met handtekening. En toen zag ik net... voordat ik een shirt kreeg... zag ik een wereldkampioenschap. En speelden ze voor de derde of vierde plek. Ja. En toen stonden ze 2-0 achter, volgens mij. En hij doet een paas achter zijn standbeen. Ja. Weet je wel? Vanaf de middenlijn. Totaal onnodig, weet je wel. Maar het leek gewoon echt uit van, kijk, het ligt niet aan mij. Ik laat zien hoe goed ik kan voetballen. Ja. Nou, dus dat schoot bij mij als de verkeerde keel gehad als voetballer. Oh, hoe goed je ook was, weet je wel. Want ik geniet van goede voetballers en zeker uitzonderlijke voetballers zoals Ronaldo en zo. Maar ik vind, je moet je altijd wel gedragen. weet je niet bijzonder voelen, terwijl je wel bijzonder bent, weet je. Ja. Dus, maar zo stond ik erin, weet je wel. En daarom kreeg ik ook een voorkeur toen de tijd ook voor Messi. Omdat als Ronaldo een hat-trick scoorde na het laatste fluitsignaal, sprint hij waar die bal is en pakt hem af en klemt en zo. Ja. En als Messi een hat-trick scoorde, werd de bal naar hem gebracht, bij wijze van spreken. Hij ging die op zoek en die stuit gewoon met de bal. Dus, maar dat is een voorkeur wat ik toen had, weet je wel. Toen wist ik nog niet heel veel dingen over Ronaldo. Ik behoorde hem alleen als voetballer, weet je wel. En dat hij dan scoort en dan zo gaat staan. Zo papapapap en bap en zijn been. En zo, kijk dan, weet je wel. Ja. Ja, dat was voor mij een ver van mijn best, joh. Dan maakt het mij op een gegeven moment niet uit hoe goed jij bent. Dan mag ik je of mag ik je niet, weet je. Dus lekker belangrijk wat ik vind. Maar ik leg even mij uit hoe ik dus toen een beetje naar Ronaldo keek. En, maar toen later, dit is het belangrijkste. Waarom ik dus anders, toen even anders naar me ga kijken, omdat ik vind, hoe goed je ook bent, je gaat je wel gewoon gedragen. Ja. Weet je wel? En dat had te maken met dit. Toen ze die wedstrijd klaar waren, ik weet niet of het was op een WK, toen had je zo'n camera die van de onderkant die spelers dan filmde. Zo, dus dan liepen ze en de speler kijkt dan zo naar de camera, weet je wel. Zo. En hij was boos. En hij weg met die camera zo en hij spuugde. Ja. Weet je? En toen zei ik van oké, ja. Ben klaar met hem. Ja, toen dacht ik van, want hij had een handtekening gezet voor mijn zoontje. Oh, wat lief. Weet je, dus... toen zei ik tegen mijn zoontje, ja, maar oké, maar dit, want we waren toevallig samen aan het kijken. Hij was nog klein, weet je, mijn zoon was nog klein. En toen ben ik anders gaan, want toen keek ik niet meer naar zijn voetbal, maar toen keek ik naar zijn gedrag, zeg maar, weet je wel. Want ik vond, je bent zo gezegd met zo'n talent, dingen, je geeft zoveel mensen plezier, weet je wel. Ik zeg, omdat ik ook een voorbeeld had in mijn ogen van hoe het ook kan als je zo gezegd bent, zoals Messi, weet je wel. Ik van, je kan je ook wat nederiger opstellen, vond ik. Maar daar ben ik van helemaal van teruggedraaid. Hoe komt dat dan? Nou, ik krijg ook kippenvel als ik aan denk. Wat die man heeft moeten doorstaan. En dan nog zo presteren. Weet je. Wat ik ook even vergeten was. Hoe technisch hij was bij Manchester United. Pap. Is echt, weet je. En functioneel. Dus hij was gewoon echt een goede. Echt. Met ook nog. Ongelofelijke techniek. Ja. Ook nog. En op snelheid ook nog. Dus. Maar bij Real Madrid. Zo zakelijk. Als hij het middenveld was. 1-2 keer raken. Boom. En dan gaat hij naar de 16 meter. Ja. Zo ongelooflijk. Functioneel. Maar zo ongelooflijk goed met die kwaliteiten. Wat hij heeft. Snelheid. Schot. Vrije trappen. Koppen. Alles wat hij deed veranderde dus in goud. En dat kwam door zijn mentaliteit ook een keer daarbovenop. Want je zag ook overal alle voetballers behandelen Messi met fluwelen handschoenen. Ja. En met Ronaldo gingen ze vechten. Ja? Met de neus door elkaar staan. Hoe moet je dat? Weet je? En
die heb aanslagen, Messi ook wel, maar die heb aanslagen moeten, moeten ondergaan. En die, dus mijn... Je ging op een gegeven moment ging je echt letten op de dagje van... Okay. Ja, ging ik echt op hem letten. En ook, toen leerde ik ook meer van zijn privé, hoe hij ook privé was en zo, ja. Weet je wel. En dat doet ook veel voor kinderen ook. Ongelooflijk. Ja, man. Hij is, wat hij, die man ja, doet ja, ook voor... Dus, de, toen, ja, toen, had, toen ben ik alles vergeten. Ja, ja, ja. Dingen ja. Van, dingen. Hij is echt een lieve... Ik heb hem nooit ontmoet, maar hij is echt een lieve guy. Toen heb ik gezegd aan mezelf van, die man is... Ja. Die is ik maak zijn schoenen schoon als ja, ik... Ja, is echt een, ik denk dat mensen... Maar dat is ook grappig hoe de wereld werkt. Zeg maar, je kan soms bepaalde kanten van mensen zien. En ja, dan... maar hij doet dat zelf ook. Ik ken dat natuurlijk. Ik deed dat ook. Ja. Weet je, zoals ik met wat ik zeg net van op tv, wat ja. Ik zeg, dan laat je ook een kant zeg maar zien. En dan kunnen mensen over oordelen. Ja. Weet je, terwijl ik eigenlijk anders in elkaar zit. Ja. Nou, dat zag ik dus ook bij hem. Ja. Hij kiest ervoor om bepaalde uitstralingen te doen. Waar je kan zeggen van, nou, wij zijn in Nederland. Van, doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. Ja. Weet je wel. Nou, die mentaliteit nam ik mee als ik naar hem keek. Ja. Terwijl ik geniet van die extreme kwaliteiten die hij heeft. Ja. Maar dan zat ik me te irriteren zeg maar, aan dat gedrag dan, zeg maar, weet je wel. Van wat mij stoorde als voetballer, weet je wel. Wat ik vond, wat die nodig was. Ik vond bijvoorbeeld... hij bijvoorbeeld zou van zijn eigen 16 meter kunnen schieten... naar de goal van de tegenstander. Ja. En dan gewoon denken, als hij misgaat van... Tjonge jonge, hoe gaat hij nou mis? Ja, weet je wel, boos worden. Ja. Terwijl ik denk, ja, dat haalt niemand. Ja, weet je wel? Ja. Maar ja, hoe ik er dus toen naar keek, nu kijk ik ja, vol met ontzag en respect daarvoor. Ja. Want hij eist dat gewoon van zichzelf. Ja. Dat, al kan ik het niet halen, ik moet hem halen en ik wil hem halen. Ja. En als ik hem niet haal, dan ben ik teleurgesteld. Dat is een drijfsfeer van hem. Op een gegeven moment kan hij gescoord, komt de laatste man. Die is ook in die aanval. En die tikte net 5 centimeter voor hem binnen. Je ziet Ronaldo met zijn voet achter die man komen. Ja. Hij wordt gewoon boos. Ja. Ja. Hij wordt gewoon boos. Hij heeft niet gescoord. Hij heeft nog gelijk ook. Want ga jij lekker achter. Ja. Dus hij heeft zo'n drijfsfeer. Maar vooral dus waar ik eerst dus een beetje irriteerde aan zijn gedrag. Ja. Als voetballer. Wat voor mij eigenlijk ook stom was, weet je wel, richting hem. Ben ik gaan verdiepen in hem en dan ben ik gaan kijken. En toen zag ik opeens allemaal wat hij allemaal deed. Ja, dat is next level, man. En toen dacht ik van, deze man en dit presteren en zoveel mensen die hem ook dan haten, zeg maar, weet je, omdat hij zo is, dingen. Ik heb alleen maar liefde voor hem. Ik heb gewoon een promo van hem gehouden. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Een collega van mij, die haatte hem. Ja. En ik zeg, we gaan de documentaire samen kijken. Hij keek die docu, zei hij, ook snap het nu beter. Ja. Dus soms moet je gewoon van een ander... En dat is ook waarom ik ook... Dit soort gesprekken zijn ook tof, omdat... Je leert ook een andere kant van mensen. Als je ze ook... Kijk, vaak in een gesprek zijn alleen maar jij en ik. En nu kunnen mensen als het ware meekijken. Een gesprek tussen twee guys die gewoon praten over dingen waar je normaal gesproken 1-op-1 over praat. Nou, ik weet niet echt of ik reclame voor mezelf aan het maken hier ben, maar... Nee, maar ik bedoel... Nee, ik snap je punt. Ja, want snap zeg maar, daardoor krijg je ook inzichten over hoe iemand denkt. Wat ik bijvoorbeeld ook fascinerend vind van... Ja, als ex-profvoetballer weet je veel van voetbal natuurlijk. Wie zijn volgens jou de top 5 beste Nederlandse voetballers? Vraag me dan af. In jouw persoonlijke top 5? Ja, daar zit... moeilijk, man. Want die top 5 is al... Ik verander tot tijd. Dat is sowieso Bergkamp. Waar ik zelf mee gespeeld heb. Bergkamp zit erbij. Waarom Bergkamp? Heb ik zelf ondervonden. Ja. Hoe goed die man was. Ja. Is niet normaal. Ja. Ja, daar heb je ook... Ik bedoel, ik kan er zo 10 noemen. Je hebt Rijkaard, Van Basten, Gullit, Cruijff, Arjen Robben... Robben van Persie. Weet je, 5 is te weinig. Ja. Weet je, 5 is te weinig. Ja. Als jij. Maar je hebt ook. Even kijken. Kijk. Wat je ook kan doen, je kan over linies kijken. Ja. Dan, zeg maar. Want als je linies hebt bijvoorbeeld op middenveld, dan kom je bij Davids uit en zo. Weet je, Seedorf, zeg maar, weet je wel. Maar
Ja, vermoedelijk. En ik ben altijd slecht in deze dingen. Nee, maar ze kennen ook het meest compleet. Ik heb bijvoorbeeld iemand, zelfs iemand mijn vader, de beste rapper. Ja, ik vind, ja, maar dat ik vind wel weer anders. Ook tof, dit ook. Dat vind ik weer anders. Ja. Een rapper, dat heeft ook met smaak te maken, zeg maar, weet je wel. Ja, maar ook met kunde. Ja. Maar als je voetbal, dan moet hoe zeg je dat? Hoe zeg je van, nou, dat vind ik de beste voetballer. Dat gaat meer over, als je dat echt wil uitdrukken, dan moet je met statistieken werken. Ja, maar qua gevoel. Je kan het ook qua gevoel hebben. Want je kan ook zeggen, kijk, ik bijvoorbeeld, ja, ik ben een slecht voorbeeld, ik ben niet een voetbalkenner. Ja, ik ben gewoon, ja. Ik geniet ervan, ik kijk ernaar. Maar ik heb wel bepaalde mensen waarvan ik gewoon kan zien dat je gewoon goed bent. Ik zag een Mbappé één keer voetballen. Ja, en ik zie, het is gewoon gruwelijk. Want ik zie dat hij ook een wedstrijd kan maken. Ja. Dus dan zie ik dat jij een andere soort persoon bent. Ja. Je bent niet een voetballer die wacht. Jij kan ook een wedstrijd creëren. Ja, dus zo keur ik als voetbal no-no. Ja. Kan ik bijvoorbeeld ook Maradona, rest in peace. Was ook iemand die een wedstrijd kon maken. Ronaldinho. Met zijn gekke moves. Ja, maar jij praat nu. Jij zegt nu gewoon alle. Gewoon de grootste toppers. Nee, maar als ik die de grootste geven. Nee, de rest komt allemaal eronder. Ja, nee, maar bijvoorbeeld. Laten we een periode nemen. Laten we dan een periode nemen. 80 tot 90. Ja, ja, 80. Is dat een goede periode? 80 tot 90. Ja, laten we daar kijken. Ja, 80 tot 90. Dan pak je die even nu. Ja. Wie zijn daar. Hoe zit in die tijd? Dat was, 80, 90. Ja, dan zie ik je. Van Basten zit in die tijd ook? Gullit ook? Ja, dan heb je Gullit, Van Basten, Rijkaard. Ja. Koeman ook, ja. De Boer. Was toen of daarna? Ja, ja. Maar die vind ik goed. Ja. Maar die zitten niet in mijn level Gullit, Rijkaard, dingen. Maar die kan hun wel een hand geven. Oké, een hand geven. Oké, wie hebben we nog meer erin zitten? Hebben we dan... 80. Ja. Stam? Nee, Stam is niet. Dat is allemaal later. Is later. Allemaal na mij. Dat is, ja. Ja. Ja, Regie Blinker, ook in die tijd. Zo komen daarna. Ook wel daarna? Ja, dat is allemaal in mijn tijd. Dat is 90 tot 2000. Ja. Die gaan we zo doen. Dus wie hebben we nog over? Ik vind het interessant. Maar wie hebben we toen? In de jaren 80? 80 naar 90. 80 naar 90, ja, dan heb je de Koeman, Rijkaard, ja. Van Basten, Van Breukelen. Ja, dan kom je zelfs Arnold Muren, ja. Vaneburg. Ja. Ja, top 5 heb je. Nou, doen we top 5 nu. Top 5, ja. Dus dan heb je nog een benieuwd van... Hoe jij naar voetbal... Nu 90 tot 2000. Ja, top 5 in die tijd. Wie heeft in die era gedomineerd? Ja. Bergkamp. Ja. Ja. Was Kluivert ook in die tijd? Je hebt Bergkamp. Je hebt Kluivert heb je die tijd. Je hebt Davids. Je hebt Bagarde. Je hebt Zeedorf. Ja. Je Reiziger. Dan komt Frank de Boer, ja. Weet je wel. Jaap Stam, Edwin van der Sar, Mark Overmars. Regie Blinker, Gaston Taument, John de Wolf. Ja. Bij Rode JC had je Max Huiberts, Johan de Kok. Dat was wel een periode van gekke zwaargewichten. Als je ze nu opdoet, denk ik van... Dat waren wel... In mijn tijd toen ik speelde had je gewoon overal waar je... Dat waren bijna geen makkelijke wedstrijden. Ja, ja. Je had overal gewoon meer voetbal zitten. Ik zeg al, bij Vitesse, bij Feyenoord, had je de Wolf, Blinkert, Nortan, Taument, Heus, De Goeie, Bos, Rob Maart. Bij Ajax had je De Boer, Vinnie George, Overmars, Van der Sar, Reiziger, Begale, Davids, Zeedorf, Petersen. Maakt niet uit. Bij Vitesse had je Geelhuis, Theo Bos, Sturing, Helder, Cocu. Ja. Weet je, ook allemaal voetballers. Ja. Bij Roda had je Hansen, Van der Leur, De Kok, Huiberts, Barry van Galen, ja. Bij MVV. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus
Ja, toen kon je nog niet voetballen met een kleurtje op je schoen. Ja, ja. Oh ja, gewoon alleen maar zwarte schoenen. Ja. Dat is andere tijd. Lijp, hoor. Wat, we hebben de EK in 88 gewonnen. En ik geloof ook dat we de WK kunnen pakken in... Wanneer was het? 78 en 74. Ja? 78 was tegen dat Rensbrink op de paal schoot. Ja. In de laatste minuut. En 74 Cruijff die versnelling. Mooi, ja, hè? Maar ook... En daarom is hij ook even van 2010? Ja. Ja, met Arjan. Ja. Net een puntje van de voet van... Die guy? Ja. Ik vind ook dat hij te weinig credits heeft, want ik vind hem... Wie? Robben. Ik vind Arjan... Die staat bekend als de best linksbuiten. Ja, maar hij... Ik gunde hem bijvoorbeeld... Volgens mij was het dat WK of de andere WK. Gunde ik hem gewoon voetballen van zeg maar, de WK. Hij was zo goed. Die versnelling van hem, de... Ik weet niet. Ik heb gewoon iets met hem. Ik heb hem nooit ontmoet, maar hij is wel iemand dat ik denk van... Ja, hij is gewoon... Als hij die bal net... Hij is goed. Ik weet nog goed, ik speelde bij Top Os. Ik was 34. Ja. Ik stond nog van 8 wedstrijden die ik speelde daar... stond ik nog 4 keer in het 11e van de week van de VI. Dat betekent dat je toch nog aardig kon voetballen met 34. Ja. We spelen een oefenwedstrijd tegen PSV. En ik sta tegen Ooyer, André. Ja. En ik weet nog, hij zegt... Staan we weer, Glenn. Je zegt hij. En aan de overkant was Arjen Robben. Ja. Was net naar PSV Gansen. Dus toen keek ik naar hem. Ik denk, oh. Zo zag ik het dus vroeger uit. Zo makkelijk. Ja. Zo snel. We gingen gewoon langs, weet je, snel uit actie. Wat ik ook deed, weet je wel, vroeger en zo. Toen zag ik hem, hij is goed. Ja. Weet je wel, op die manier. Makkelijk, snel. En hij is gewoon een... kijk, waarom kan je Messi niet afstoppen? Waarom kan je Robben niet afstoppen? Er staan allemaal beelden. Je kan alles nakijken. Je kan erop trainen, maakt niet uit. Hetzelfde als dit. Het gaat op moment. Ja? Ja. Als ik tegen jou zeg, bijvoorbeeld... Je gaat met je ogen knipperen. Ik doe zo met mijn hand bij je ogen. Ja? Ja. Ik zeg, oké, let op. Ik ga het nu weer doen. En toch ga je met je ogen knipperen. Ik doe zo en toch... De reflex is gewoon, je ogen gaan toch zo. Ja, toch? Dat is reflex. Het zit gewoon in je hersens, bij spreken. Ja. Nou, dat is hetzelfde eigenlijk met... Robben gaat altijd naar binnen en scoort. Ja? Ja. Iedereen weet het. Ja. Iedereen. En toch scoort hij. Hoe kan dat dan? Ja. Omdat hij het elke keer op het juiste moment doet. Ja. En al weet jij het, als je mij elke keer te laat bent. Ja. Als je je voet maar niet voor kan zetten. Of als je dan niet... Nou, klaar. Ja. Nou, en... Dat is, hij was echt goed. Ja, nee, maar daarom, die WK, jongen. Ik heb alsnog, wat je net benoemde van de jaren 70, maar toen dacht ik, het gaat gewoon lukken. Ik weet niet, het gaat gewoon lukken. Als hij, en ik kan me voorstellen dat hij daar, dat zou ik hem ook een keer willen vragen, van, hoe slaap jij, zeg maar, na die dag? Want je weet... Als je gescoord had. Dan was hij, dan zou hij op een gegeven moment in een bepaalde categorie komen. Ja, maar het is zo. Want hij heeft die dan niet gescoord. Ja. Maar hij heeft dan wel in de grootste competitie voor clubs. Ja, maar heeft hij ook de winnaar gescoord. Ja, maar wij Champions zouden... League. Bijvoorbeeld hoeveel Cruijff... Ik kan ze niet meer met elkaar vergelijken. Dus in Nederland. Ja, zeg maar. Daar in Nederland. Kijken ze wel op die manier naar hem. Ja. Maar dan van, dan zou je misschien een standbeeld krijgen. Ja, van, jij hebt ons dit geschonken. Ja, maar dan was het van... Ja, ja. Robben heeft ons... in Nederland WK. Ja. Want dan krijg je een soort... Net als Pelé, toen hij 4 keer Brazilië wereldkampioen... Ja, dan krijg je een ander soort elan over je heen. Dus ik zat in mijn hoofd, ik dacht... Mijn god, deze man... Kijk, sowieso, hands down, Robben is een legend. Maar als hij... Want daarna zijn we nooit... kwamen we daarna weer dichtbij. Ik vond die payback gruwelijk. Toen we in 2014, volgens mij... Toen we Spanje weer pakten, bro. Ja, met die sprint. En ik voelde hem, ik dacht. Robben zegt, ja joh, kaka, papa. Die keeper kwam weer. Hij dacht, ja joh, kaka, papa. Ja. Oeh. Ja, het mooiste was die sprint, gewoon daar naartoe. Ja. Sprint. Erbij, pak, kap hem. Oh, ga je liggen? Ik ga een stokje opzij. Ja. Dan... Ga jij ook liggen? Oh, ga ik ook nog staan? Oh mijn god. En Van Persie met die kopbal. Van Persie, hey. Ja, maar ik dat besef dat als... Ik ben echt geen voetbalspecialist. Ik kijk alleen maar EK, WK. Maar ik ben nu 42. Ja, oké. Dus ik kijk gewoon
dat soort wedstrijden, omdat ik het gevoel heb dat iedereen extra zijn best gaat doen. En weet je, land en iedereen kijkt. En dan ga ik echt gefocust. Die dingen volg ik echt. Maar die wedstrijden hebben echt iets met mij gedaan. Ja. Dat ik zeg maar als... Ik ben echt geen specialist. Op gevoel kies ik mensen uit. Dus ik pretendeer ook niet specialist te zijn. Maar bepaalde spelers, die komen gewoon bij mij binnen. Dat ik ja. denk, ja, dat is... Je hebt iets gecreëerd. Weet je, dat heeft... Weet je... Wat heeft het ook? Weet die Snijder heeft het ook. Ja, maar ze, Snijder is Wesley Snijder is ook zo'n iconische voetballer die gewoon met links en rechts gewoon. Zo'n Champions League, hè? Gewoon de ja. beste van de hele wereld en dan ook overtuigend ook nog een keertje. Wauw. Ja. Nee, dat is. En dan mag je gewoon. Ik vind het leuk. Ik vraag me soms af als die boys ook zo trots naar zichzelf kijken, omdat weet je, het is voetballers krijgen vaak gezeik na een carrière. Na een carrière. Ja, want vaak. Ze beseffen het wel, maar ja, na een carrière dan ga je het voelen. Ja, want wat ik vaak als ik naar wedstrijden kijk, hoor je altijd bijvoorbeeld iemand zegt, oh ja, is de dag niet vandaag veel gezeik. Ja, veel klagen. Ja, en wanneer je scoort, oké, maar had ook nog een keer kunnen scoren. Is altijd iets. Dus dan denk ik soms, ik ben blij dat ik geen voetballer was. Ik zou gewoon vechten met mensen. Dat je denkt van, die waardering komt zo. Weinig en zo laat. Ja, maar... Kijk, dat komt door mij. Laten we de wereld ook niet omdraaien. Je krijgt een godsvermogen om tegen een bal aan te trappen. Dus dan moet je er ook nog schouderklopjes hebben... als je nog keer goed tegen een bal aan trapt. Nee, maar je moet even voorstellen van... Ik snap jouw punt. Ja. Kijk, het verschil is in als je in het buitenland komt... dan hebben ze gewoon wat meer respect voor oud-spelers of dingen. Alleen Nederland is gewoon een nuchter land, weet je wel. Soms te nuchter. Ja, nou, maar ja, de andere kant, als jij om 4 uur op moet staan... en je moet dan de doos in gaan pakken, wat ik ook gedaan heb vroeger. En je moet de doos in pakken en dat is constant, elke keer. Ja, en jij trapt er een bal aan en jij hebt al die problemen... waar die andere mensen mee te maken hebben, heb jij niet. Ja. Ja, als jij dan naar televisie kijkt en je kijkt dan naar bijvoorbeeld sommige spelers, dan wil je ook iets verwachten. Ja. Laat ik het helemaal niet eens hebben over degene die een kaartje kopen voor het stadion. Ja. Weet je wel? Ja, ik vind ook dat supporters ook soms echt financieel echt worden uitgebreid. Ja, dat ook. Sommige dingen zijn te duur. Maar dat is commercie. Er wordt wel steeds meer. Er wordt nu gewoon ook op het voetbal. Er wordt gewoon steeds meer geklaagd. Nee, dat is gewoon verwend. Wij zijn gewoon. Als Nederlands, wij zijn gewoon verwend in alles. Mm. Weet je, we klagen over de vijfde boterham met pindakaas. Dat er te weinig pindakaas op zit. Terwijl de vijfde boterham niet eens opvreten. Ja. Weet je, we zijn gewoon heel verwend in Nederland. En dat zie je in alle vlakken in de maatschappij. Zie je dat terug. En als we nu over voetbal praten, zie je dat ook terug. Mm. Weet je, als je bij. Bij publiek als je bij Ajax zit, ja, het publiek denkt nog dat je nog het team hebt van vroeger dat iedereen overheen walste. Dat is niet meer zo. Die tijd is voorbij, weet je. Dat heeft gewoon te maken met geld, dat alle spelers weggekocht worden en de tijden veranderen gewoon, weet je wel. Ja, als je soms op de tribune hoort praten, dan lijkt het. Je zou niet beter weten of Rijkaard er nog speelt. Finidi George en Van der Sar. Ja. Weet je, nee, die tijden zijn veranderd. Weet je wel? Maar ze eisen het wel alsof het zo is. En dat heb je bij heel veel clubs hebben dat ook zo. Maar het is nou eenmaal niet zo. Weet je wel? En, hoe kijk je bijvoorbeeld ook... Weet je, iets wat mij bijvoorbeeld wel vaak stoort in de voetbal... is dat je... dat ding wat nu steeds prominent wordt, volgens mij gebeurt het al heel lang. En het is kwalijk dat dat supporters, bepaalde supporters, dat met die apengeluiden komen. En dat ze met die, ik vroeg ook gehad. Ja, was het vroeger ook zo? In buitenland is het nog erger. Ja? In buitenland is... hier in Nederland was zelf... ik heb verschillende dingen meegemaakt. Het eerste was... Vitesse ging inschieten. En op een gegeven moment de bal ging er overheen. Mm-hmm. Over de boarding. En dan was het aan het hek. Dus ik wilde er overheen gaan. En ik kan allemaal sports komen. En die doen allemaal... En die zegt nou... Pak hem dan. En als ik daar zou gaan, zouden ze me helemaal vol gespuugd hebben. Bij wijze van spreken. Als één. Twee. Hoor je apen... Weet je, apengeluiden zo, weet je wel. En, op Vitesse. Ja, maar ook bij andere clubs. Ja, maar... Ook bij een club, die gooide een banaan naar mij. Ja, maar hoor deze. Die gooide een banaan. Dus ik neem een hap van die banaan. Ja.
Dus ze gooiden een banaan en ze deden... Maar helemaal lijp, man. Maar... Hoor dan, dus gooi je banaan. Ja. En dan alsof ik dus een aap was. Dus ik pak die banaan en ik schil zo. En ik neem een hap en ik eet die banaan op. Datzelfde vak. Ja. Klappen. Mijn naam noemen Glenander. Oh, Glenander. Tegenstander. Ja. Toen zag ik ook dat diezelfde die banaan gooien, of die groep of ding of zo. Ja. Dat in het kwestie van 10 seconden, ja, waar ze me willen beneden, waar ze me willen beledigen, zijn ze nu op mijn hand. Weet je? Ja. Ander voorbeeld. Dus daarom, ik maak me nooit zo druk. Maar nooit op dat soort momenten? Zeg maar, want ik... Ja, ik dan ga eentje, ga je eentje, ja, verder. Ja. Onthoud je vraag. Ga eentje, ja, verder. Ja. Begin naar het buitenland. Ja. Yo, daar komen mensen gewoon... jongeren, kinderen, oudere mensen. Ik speelde bij MTK Budapest in Hongarije. We spelen een uitwedstrijd. En er komen gewoon kinderen... vrouwen, toen ik een bal wilde pakken, en aan het hek, en gewoon allemaal zo'n apengeluid, of de, ja, apen. Ja, toen dacht ik van, ja. Ja. Wat wil je zeggen dan? Ja. Want zij willen aan mij laten blijken dat ik dus minder waardig ben ten opzichte van hun. Ja. Terwijl ik voel me niet minder waardig. Ik kijk alleen maar naar je en ik lach daarom. Weet je? Zolang hij me niet aanraakt, is er niks aan de hand. Ja. Doet diezelfde aaprappen en pak me. Ander, ja, verhaal. Ander, ja, verhaal. Ja, ja, ja. Ja, dan moet, ja, je me eerst het boek lezen van A naar B. Van Arsenal naar Bayern. Ja? Want ik ben gewoon zeer vredelievend. Maar ik leg je uit, die dingen die raken mij niet. Je kan me niet raken op die manier. Omdat die maatschappij is nou eenmaal gewoon... die is gewoon verrot soms, weet je wel. Nou, daar kan ik me overal druk om maken. En dan, ja, daar heb ik gewoon tegen mezelf. Nou, zolang ik hem niet aanraak, prima joh. Ja. Maar jij wil zeggen dus van, jij zou heel kwaad worden. En, ja, ja, ik trek zeg maar... Zijn kop eraf. Oh, dan wil je iets anders zeggen. Ja, dat ook. Maar, maar ik ben ook vredelievend. Maar er zijn bepaalde dingen, zoals onrecht en dat soort dingen. Zijn dingen die gewoon bij mij kortsluiting veroorzaken. Ik ga je een ander voorbeeld geven. Ja. En dat is dus beschouwing. Maar ik zeg gewoon, ik ben gewoon eerlijk hoe ik daarin sta. En er is nou ook een dingen ontstaan. Comité wat heel goed is, weet je wel. Ja. Bij de KNVB. Ja. Maar weet je nog dat de speler... Morales van Excelsior, Morientes, die uitgescholden werd... bij Den Bosch. Ja. Dus de wedstrijd gestaakt. Dus hij werd uitgescholden voor katoenplukker. Ja. Dus ik moet daar alleen maar om lachen. Weet je, als iemand anders... Dus ik, in die situatie, als daar eentje staat... En ik ben aan het voetbal. En daar komt een supporter komt naar me toe. En die zegt tegen mij... Hé joh, vuile katoenplukker. Het zegt toch godverdomme meer over jou dan over mij? Ja. Ja? Wat er absoluut niet gaat gebeuren... Ja. Is... ik snap wel... die speler. Ja. Maar die was helemaal... verbijsterd. Van, weet je... Maar je verwacht het ook niet, hè? Soms. Door die mensen. Ja. Ja, maar ik sta er echt anders in. Oh ja. Weet je? Ik heb je net voor de uitzending uitgelegd hoe ik ben met mijn kleur. Ja. Hè? Ja. Dat heb je gezien. Ja. Hè? Weet je, hoe ik trots op ben en, ja, hoe ik er vroeger ook in zat. Maar ik ben er anders in gaan staan op een bepaalde manier. Waarom? Nou, alweer het eerste voordeel. Jij gaat mij met dat soort pampa dingen ga jij mij nooit kunnen raken. Ik heb al zoveel dingen meegemaakt in mijn leven. Denk je dat jij die denkt op die manier mij te kunnen raken, ja, mij kan raken? Ja, sodemiet erop. Denk je nou echt als hij die tegen mij zegt, hey, katoenplukker, dat er bij mij tranen komen? Of dat ik denk van, wat zegt hij nou? Dan kan ik,
Joh, flikker op jij, man. Ik ken je niet eens, ik weet niet wie je bent, oprotten. Ja, zo sta ik. Ik word gewoon bijna boos. Ja, ja. Dat bedoel ik. Ja, maar... Ja, ja, maar, nee, maar jij en ja, heel veel andere mensen... Ja. Krijgen andere gevoelens, zeg maar. Ja. Weet je? Dat je denkt van... nee. Ik vind zo was ik vroeger. Ja, ja. Zo was ik vroeger. Oké. Okay. Ja. Ja. Daarom zeg ik, ik ben nog niet daar waar jij nu bent. Ik ben daar nog niet. Maar daarom zeg ik... Er zijn nog heel veel mensen niet daar waar ik ben. Ik vind gewoon dat... Kijk, mensen zullen altijd... Kijk, racisme kan je helaas niet uit de wereld werken. Mensen hebben gewoon bepaalde gedachten over anderen. Ja. En in bepaalde situaties vinden ze het om een of andere reden leuk... om iemand, zeg maar, in de minderheid ook nog eens, zeg maar, nog minder te laten voelen. Zeg meer over de persoon dan over jou. Dat is facts. Ja, ja. Maar wat ik vind, is dat er harder opgetreden moet worden als die of dat soort mensen naar een wedstrijd komen. Die verpesten ook de sfeer, ook voor andere mensen die hun hard verdiende geld hebben betaald om daar te zitten en willen genieten. Helemaal gelijk. Ja. Dus helemaal met jou eens. Ja. Eens waar ik het over had, is over de persoon. Ja. Dus die... Het is gewoon een pannenkoek. Ja. Iemand die dat soort dingen roept, nee, maar... is gewoon een pannenkoek. Ja. Yo. Ik kan je verhalen vertellen, weet je. Nou, maar daarom zeg ik, maar dat is echt een probleem in voetbal. Ik hoor het en ik lees het. Denk ik, het was vroeger al erg. Ja, vroeger had je zelfs het Ajax ging spelen met alle donkere jongens. En die werden gewoon zwaar beledigd door de voorzitter in het buitenland. Ja. Die sprak gewoon over apen. Weet je wel? Ja. Kijk, dat is voor mij dan een ander verhaal. Ja. Dat hij dan ook dan op die manier. Dat op die manier durf zo te zeggen, de dingen. Maar dat is ook, hè? Dat je durft te zeggen. Nee, maar dat je durft te zeggen dat je gewoon. Ja. Je hebt gewoon schijt. Ja, nee, je hebt gewoon. Maar je hebt dat gewoon bedoel ik. Dus kijk, maar dan is een ander verhaal. Ja. Dan gaan ook een paar tanden sneuvelen. Ik vind het gewoon gek dat, zeg maar. En dat, wat ik ook heel kwalijk vind, is dat er ook mensen zijn die hem niet corrigeren op dat moment. Maar dat stoort mij nog meer, hè? Want kijk. Dat jij onwetend bent en je hebt iets tegen black people. Oké, dat kan. Misschien ben je op een aparte manier opgevoed. Of heb je een chromosoom minder. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar dat jouw vriend of jouw omgeving dat ook tolereert. En er niks van zegt en je corrigeert. Dan denk ik, wow. Maar dat is, dan hebben we echt een probleem. Maar zeg maar dat iemand mij niet mag. Ja, dat kan. Ik bedoel, mensen kunnen je niet mogen of kunnen andere gedachten. Of, ja, dat kan. Stand in line. Maar wat ik kwalijk vind, is dat er dus blijkbaar een community is van mensen die ook zo denken. Want jij zou niet willen dat iemand jou zo'n gevoel geeft. Ja, maar weet je, ik sta helemaal achter wat jij zegt. En nou, je weet hoe ik ben. Ja. En waarom sta ik anders in en maak me daar minder druk om? Omdat ik gewoon veel meer heb meegemaakt en ik weet wat dingen wat voor mij belangrijk is. Ja. En die andere mensen kunnen mij niet raken. En, ik vooral, ik weet, het maatschappij wordt steeds erger. Het wordt steeds grover. Het wordt steeds harder. Ja. Dus als ik me op die manier ook daarmee bezighoud, op die manier, dan is het voor mij ook erger. Terwijl, ik heb er nu geen last van. Ja, ja, je kiest gewoon... Ik heb geen last van. Ja. Dus het stoort me ook niet. Ja. Als ze me op Twitter of maakt niet uit waar dan ook. Of ze zou me uitschelden en wel met mijn huiskleur dingen. Zo. Jezus, ik zeg, luister... Jammer dat je zo denkt, vriend. Ik sta er anders in. Het is leven en laten leven. Ik wens jou in ieder geval wel een fijne dag. Ja. Weet je, klaar. Ja. Weet je, en dan heb ik ook nog een keertje bij van... Ik heb een heel gezegend leven gehad, weet je, tot de dag van vandaag. Nou, er zijn andere mensen die dat niet hebben, weet je. En dus ik koester sowieso dan eigenlijk mijn zegeningen. Ja. En wat leer je nu bijvoorbeeld? Je kids, ik weet, je bent dol op je kids. Ik ken je verhaal van je zoon. Je doet alles voor je zoon. Ja, dan is andere, dat is andere klem. Ja. Ik ben vrede lief. Dat is de tweede podcast. Nou, Glenn, je bent net weer vrij. Ja, nee, ja, dat ben ik ook eerlijk in. Dat is een ander verhaal. Ja. Je kind is kadoep. Wat zeg je? Ja, nee, dat is een andere Glenn. Ja. Dat bedoel ik. Oh, ik hou van deze guy, man. Ja. Switch. Nee. Maar dat is andere kleine. Maar hoe gaat het met de kids? Want je hebt nu twee, toch? Ja. Hoe gaat het met ze? Hoe oud is je oudste nu? Mijn oudste is 22. Doordat hij geboren was, daardoor is mijn leven veranderd. Ja. Anders zitten wij hier. Maar daarom, ik weet, zeg maar, daarom, ik kan die podcast niet, zeg maar...
Weet je, zonder om naar je kids te vragen. Want ik weet, een van de dingen, voordat ik vader werd, ik ben altijd, in mijn hoofd heb ik vaak aan jou gedacht. Want jij sprak met zo'n liefde, het maakte mij ook emotioneel toen je het vertelde, met zo'n liefde over jouw kind. Want toen had je alleen maar je zoon, nog niet je dochter, maar ja, je klopt. Zoon. En ja, mijn klein is alles. Toen dacht ik, wauw man, ik zou willen dat mijn vader, daarom raakt het me, omdat ik altijd wilde dat een man zo over mij dacht. Dus mijn vader, ja. die was al zo in mijn leven. Dus toen ik mijn zoontje kreeg. Ja, daarom, ik zag jou, ik krijg wel kippenvel. Ja. Je hebt een theatershow en ja, een meervaart. Mama, waar is papa? En jouw titel, waar is papa? Dus mama, ik zie de titel, waar is papa? Mama, waar is papa? Betrekt dat ja. op jou of dingen? Ja, ja, ja. Mama, waar is papa? Dus mijn vader, ja, die was vaker afwezig dan aanwezig. En ik merkte gewoon ook vaak door de gesprekken die ik heb in mijn talk, dat veel mensen ook dingen met hun ouders hebben. Toen dacht ik, weet je wat? Misschien helpt het mij ook om mijn verhaal te vertellen, maar hoe ik het heb omgezet naar positiviteit. Dus ik kon dezelfde dingen doen die mijn vader deed en dan weglopen. Of ik kon ook blijven. Want ik ben ook niet meer de moeder van mijn kind. Maar ik heb gewoon gezegd tegen haar, hey, whatever you need, ik ben hier. Ja. Ook naar hem. Ik heb mijn zoontje beloofd, in zijn oor gefluisterd toen hij pas geboren was. Hij kwam er net uit. En ik zei, ik laat je nooit in de steek. En ik weet nog dat toen hij geboren werd, toen heb ik ook aan jou gedacht, aan hoe jij sprak over jouw zoon. Ja, dat is heel grappig, omdat ik pak informatie van, want ik ken het niet van huis uit. Nee. Hoe een vader naar zijn kind moet kijken. Dus ik leer van de mensen die ik spreek om me heen. En dat had me zo geraakt. Kijk, je kan zien, ik heb kippenvel. Ja. Kijk, in mijn ogen is elke ouder denkt hetzelfde als ik over zijn kind. Ja. Ik weet niet beter dat elke ouder daarom, als de kindermishandeling, dat soort dingen of zo. Ja. Nee, kinderen of pedo's. Ja, dat is leuk. Ik maak het kapot. Ja, maar. Ik maak het kapot. Weet je, ze zijn ziek, maar ik maak het kapot. Ja. Dus kinderen zijn voor mij onschuldig. Ja, moest je niet aankomen. Kinderen zijn pure onschuld. Ja, man. Ja? Dus dat staat voor mij het allerhoogste in het vaandel. En als je dan over mijn eigen kinderen praat, mijn eigen kind. Dat is mijn alles. Dat is daar, als ik leef, leef ik voor hun. Ja. Weet je? Ja. En de reden dat ik toen mijn dochtertje nog niet had, maar mijn zoon dus, die situatie. Dat een instantie of rechter of tegen jou de tekst zegt. Jij mag je kleine van 9 uur, zaterdag 9 uur tot zondag 5 uur, 1 keer in de 2 weken mag je hem zien. Die tekst zegt niemand tegen mij. Niemand. Wie je ook bent. Dat zegt geen vader, geen moeder, geen broer, geen zus, geen vriend, geen vriendin, geen rechter, geen politie, geen advocaat. Niemand in deze maatschappij kan tegen mij de tekst zeggen. Jij mag jouw kleine zien van 1 uur zaterdag tot 5 uur volgende 1 keer in 2 weken. Waarom niet? En ik praat ook zeker over in die tijd. Ja. Omdat ik als enige zou sterven letterlijk voor mijn kind. Als ik mijn leven zou moeten redden van mijn kleine, maar ik moet daarvan van een flatgebouw afspringen, spring ik met mijn hoofd eerst naar beneden. Snap je? En niemand anders, geen rechter, geen politie, geen advocaat, geen moeder, geen vader, geen broer, geen zuster. Niemand anders doet dat voor mijn kind. Ja? Niemand. Ik wel. Dus ook niemand anders gaat de tekst tegen mij zeggen, je mag hem dan en dan zien. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Zo start ik erin. Ja. Snap je? Omdat ik deed alles voor mijn kleine. Weet je? Mijn kleine, dat is als ik word een beetje emotioneel, maar als ik dat heb ik met mijn dochtertje ook, als ik mijn wang tegen de wang van mijn kind aan heb, dan gewoon mijn wang tegen mijn wang zo, je krijgt kippenvel als ik gewoon aan denk, alsof er de benzine in je lichaam gegoten wordt, dat je allemaal energie, mijn wang tegen, dat is gewoon, ja, dat heb ik nu ook met mijn dochtertje. Dat is gewoon, als ik mijn dochter kan vasthouden. Dat zijn de grootste geluksmomenten die ik heb in mijn leven op een dag. Ja. Dat is meer waard dan wat dan ook. Nou, dat is natuurlijk met mijn zoontje toen mijn dochter nog niet had. Met mijn zoontje
ja, was dat extreem. Ja. Mijn kleine, ik kon hem wel opvreten, bij wijze van spreken. Ja. Weet je, je kan bij mij alles doen. Ja. Je kan me alles doen, alles, maakt niet uit. Blijf uit de buurt van mijn kinderen. Ja. Ik weet dat, ik heb mijn naam opgebouwd, maar was ik goed bezig, weet je. Maar als iets in de buurt van mijn kinderen, dan kan ik zo weer vastzitten. Ja, maar is dat ook, ik heb het nu, want later hoorde ik dat je dochter had, dus ik dacht, oké, maar beseffen, zeg maar, die guys later. Luister, ik ga liggen, ik lig in de bosjes met een geweer, en als die allemaal naar buiten komen, zien ze allemaal van de rode stipjes. Wat? Ze zeggen tegen mij, zit je dochter voetbal leuk? Hey, ze gaat op schietles. Karate kickboksen. Nee, ja, bro. Ze mag zelf weten wat ze doet. Ja, maar jij bent die vader. Ja, maar ik ben waar elke guy bang voor. Nee, maar ik ben. Wat is. Nee. Hoe gaat het met u? En dan kijkt hij zo. Nee, ik heb alle boeken gelezen. Ja, vooral de eerste is belangrijk. Nee, ik ben. Want kijk, in die tijd, ik ben nu ook wat rustiger geworden, natuurlijk. Weet je wel. En wat belangrijk is, ik luister. Veel naar Yara, de vriendin van de moeder van mijn kind, ja. Weet je wel? Zij is voor mij daarin leidendgevend. Ze hebben ook al vaker waar ik dus van, hey, wacht even, die of zo, een paar dingen, waar ik dus verhaal wilde gaan halen, dat ze, nee, niet doen, rustig, ja. Weet je wel? En bijzonder vraag, kan jou kalmeren? Jij... Ja, nee, omdat ik... Ja, tuurlijk. Ja, nee, omdat we natuurlijk luisteren die... als ik aan kon lopen, komt begint die tjoerie al. Wie ben jij dan? Ja. Nee, maar ik ben daar zeker wel rustiger in geworden. Ja. Maar ik weet dat is gewoon van... dat is een vingerknip is dat als het... Ja, maar dat zit in mijn DNA. Dat is gewoon met ik kan mij als doen, maar met mijn kinderen dat is gewoon... Nee, maar ik vind het mooi. En weet je, we moeten gewoon weer deel 2 binnenkort weer gaan doen, man. Want ik vind het wel... Ik wil je gewoon zeggen, je bent sowieso altijd welkom hier in mijn podcast. Ik vind het super leuk om hier te zijn. Ja. Geloof me, als je een keer over dingen wil praten, dan... Luister, ik kan... Ja, maar ik ben altijd welkom. Dat spreken we gewoon af. Dat ja. Je gewoon, weet je, whatever, gaan we gewoon weer even praten, kletsen, want... Gaan we over gewoon dingen in het leven... Weet je wat we gaan doen? Wat gaan we doen? Jij gaat dat boek lezen. Ja, sowieso. Jij gaat het boek lezen. En dan ga jij lezen en dan ga jij mij zeggen... waar jij over wil praten, over welk hoofdstuk in dat boek. Oké. Okay. Ik weet 100%... Dus, er staat ook eentje voor het kleurrijk. En dan praat ik over hoe mensen met elkaar om zouden kunnen gaan. Ja. En dan neem ik het voorbeeld Zwarte Piet. Oké. Okay. Ga jij dat eens lezen? Ik ben benieuwd. Dan moet je eens kijken of wat jij daarvan vindt. Nou, ik ben benieuwd. Nou, je hoort het, Glenn, hoe helder we het hebben. Ja. Go get the book. Support the movement. Het is zijn tweede boek. Hele interessante guy. Je hebt het al gehoord. We hebben gewoon 2 uur lang gewoon lekker gekletst. Real talk. Ja, het gaat heel makkelijk. We kunnen nog veel langer doorgaan. Maar like het. Subscribe. Check het. Check ook het boek. Support het boek. Zal ook een linkje... onder in de video zetten. Dan kan je het ook gewoon op je door je gemak bestellen via bol.com of waar je ook zeg maar je boeken kan vinden. Ik zei het al, het is de podcast waar ik de gasten naar je toe breng met bijzondere verhalen. Ik heb weer wat geleerd ook over voetbal, over zijn leven. Dus het is een wisselwerking van ja, mooie gesprekken, highs and lows, real talk. It's where it goes down. Ik wil even jou ook een compliment geven. Ik zit er ook naar je te luisteren en je stelde mij die vragen en je zegt ook sommige dingen erbij. Maar sommige vragen die je stelt en ook sommige dingen die je erbij zegt, dat is voor mij ook rijkdom. Hoe jij kijkt, hoe je naar sommige situaties kijkt. We hebben ook gesproken even voor de opnames. Ja. Deze voor jou. Oh, love. Nee, maar echt... er zijn ook heel veel mensen die heel veel dingen niet weten. Zeg maar van jou, wat jij gedaan hebt. Hoe je
ook aan het vechten ben geweest. En dat je, ik ga je een voorbeeld geven. Gewoon te gek voor woorden. Je zit gewoon, je zat gewoon hè, bij de grootste sterren van dat moment. Michael Jackson en zijn kinderen. En dan ben je gewoon een huisvriend daar. Ja. Waar iedereen daar zou willen zitten voor de pers. Maakt niet uit. Dit, dat. Jij zit daar. En dan heb ik nog, noem maar één voorbeeld. Je hebt nog veel meer mensen waar je die jij kent. Maar die jou op zo'n bepaalde manier dus ook terug respecteren. Met wat jij gedaan hebt. Waar je voor staat. En wat je ook dan bereikt hebt. En dan hier in Nederland. Lijkt het of ze het allemaal gewoon even vergeten. Weet je wel? Ja. Ik wil even die complimenten even aan jou geven. Ook, deze. Ja, want het zijn ook mensen die dat ook niet weten. Eigenlijk zou jij eens een keer aan deze kant moeten zitten. Ja. En dat meen ik echt. Ja. Dat meen ik echt. Ja. Want we zijn aan het praten, ook voor die uitzending. Ja. En ik hoor gewoon ook dingen. Ja. Wat ik ook eigenlijk ook niet wist. En sommige dingen had ik al ook gezien en ook gelezen en zo. Maar dat weten veel mensen ook niet. Ja. En dat is ook interessant. Jij vraagt elke keer mensen wat jij te zeggen. Maar jij bent ook interessant, vriend. Ja. Ik vind het leuk om andere mensen een platform te geven. Ja. Jij praat over, en dan krijgen we kippenvel. Dat is die kous hier. Je bent gewoon Mr. Fucking Phoenix, vriend. Ja. Hoe lang heb je gedraaid? Bijvoorbeeld op zo'n ochtendshow. Ja. Dat je elke ochtend... Iedereen weet Edwin Evers. Iedereen weet... En allemaal bekend. Jij deed dat ook. Ja. Met diezelfde discipline. Ja. En dat je heel veel mensen hebt bereikt. Hoe laat moest je opstaan? Hoe laat vond je op? Elke dag sta ik 4 uur op, man. Elke dag 4 uur. Ja. Ja? Ja. Maar mensen zien je af en toe gewoon even een radiootje dit zo. Ja. Dat is wat daarachter staat en zo. En dat zegt ook iets over jou als persoon. En praat maar over 100. Ik meen echt, eigenlijk zou je ook een keer hier moeten zitten. Ja. Maar echt. Real talk. Echt. Ja, dat man. Is real talk wat ik nou tegen jou zeg. Ja. En ik waardeer letterlijk. Het, bro. Ja, man. Waardeer het. Nee, maar liefde voor jou, man. En weet dat je altijd welkom bent. En, 100. We hadden sowieso contact. Dus je hoort het real talk, man. The realest conversations. Like, subscribe, deel. Laat me weten wat je ervan vond, man. Van het gesprek. En alleen maar liefde, man. Wees lief voor elkaar, man. Good vibes. Nando Leaks. 100.